En, maar dat maakt het ook zo interessant. En dat hebben wij, we hebben 72 casussen hebben we verzameld uit Europa en een aantal buiten Europa. En daarin zien we ook dat die samenwerkingen eigenlijk noodzakelijk zijn om tot inclusief onderwijs te komen. Vandaag willen we daarop verder voortborduren, maar vooral vanuit jullie ervaringen en jullie contexten. En om dan ook te reflecteren op onze resultaten en om te kijken hoe kunnen wij nou hier in Nederland verder komen. En wellicht aan het einde van deze roundtable kunnen we ook nog kijken van zijn er nog adviezen die wij op kunnen nemen in ons final report naar de EU. We hebben een heel simpel programma. We beginnen met voorstellen, introduceren. Ik stel voor, dat doen we in een kwartier tot 20 minuten, dat we daar niet al te lang allemaal bij stilstaan wat iedereen doet, maar gewoon kort kernachtig even voorstellen, maar wel vertellen wat heb je nu met diversiteit, welke rol speel je daarin? En inclusiviteit, sorry. En daarna zal ik in 10 minuutjes kort een aantal bevindingen, de belangrijkste bevindingen vertellen uit ons project. Miri, die pakt het dan eventjes over, de rol van Abdelhamid. Die gaat vertellen over study halls in Amsterdam. Wat een mooie voorbeeld is hoe je succesvol hier mee bezig kunt zijn. En daarna hebben we ruim een uur, een uur en 10 minuten om met elkaar van gedachten te wisselen. Hebben we nog 10 minuutjes om als wrap-up van te kijken van wat hebben we bij elkaar gehaald en wat voor recommendations hebben we nog richting de EU? Ik ga gewoon, voor mij heb ik een plaatje waar jullie allemaal staan en ik ga rechtsonder beginnen. En dat is Mohamed. Mohamed, we hebben elkaar al een tijdje niet meer gesproken. Ik ben blij dat je hier bent. Kun jij kort vertellen wie je bent en wat je doet en wat je rol is in het ontwikkelen van inclusieve strategieën. Nou, goedemorgen allemaal. Ik ben Mohamed Chouhabi. Ik werk als wijkmanager in Moerwijk en Morgenstond. Twee wijken die vroeger als vogelaarswijken of achterstandswijken zouden worden bestempeld. Wijken in Den Haag Zuidwest. In 2010 meegedaan aan de Echo Award. Voorgedragen door de Universiteit Leiden. En toen ook die award gewonnen. Sindsdien ook echo-ambassadeur. Dat doe ik met veel liefde. Dus, maar in mijn werk als wijkmanager. Ik moet je eerlijk zeggen dat binnen de stadsdelen of binnen de gemeente inclusief beleid naar buiten toe niet op nummer 1 staat qua prioriteit. Maar hoe ik daar een invulling aan geef, zeker als het gaat om onderwijs, ik pak de cijfers op het gebied van gelijke kansen in het onderwijs. Groep 8, uitstroom naar middelbare school. En wat ik dan zie, en dat laat ik ook zien aan mijn collega's, is dat de kinderen in groep 8 hier veel grotere kans maken op het VMBO basis, kader. En veel minder grote kans maken op het HAVO-VWO. En ik pak dan de cijfers erbij van de wijken op het strand. Op Noorderhout bijvoorbeeld. Dus het rijke gedeelte van Den Haag. En daar zien we precies het tegenovergestelde. En ik constateer daarmee dat kinderen niet dezelfde kansen hebben in Den Haag. En als ik kijk naar de achtergronden van de kinderen hier in dit soort wijken waar ik werk. Dan zijn het vooral kinderen met een migratieachtergrond. Met een niet-westerse afkomst, die laag scoren. Niet omdat zij een lager IQ hebben of omdat ze dommer zijn dan andere kinderen, absoluut niet. Maar omdat ze vanuit een achterstand school binnenkomen en het niet lukt om die achterstand binnen 8 jaar weg te werken. En nog vele andere factoren. En vanuit mijn rol als wijkmanager probeer ik daar aandacht voor te vragen. Zowel bij het bestuur, bij de wethouders en bij de burgemeester, als bij mijn collega's op het stadhuis. Heel goed, En dit is niet belangrijk. een introductie, sorry Wotte, maar ik dacht, ik vertel het maar meteen er even bij.
Heel goed dat je dit vertelt. Ik herken het hele verhaal ook uit de documentaire Klassen, die op dit moment via de NPO uitgezonden wordt. Dat is eigenlijk groot deel van het verhaal wat jij nu vertelt. We kunnen straks meer ingaan op wat jij precies doet en wat werkt en niet werkt. We gaan nu naar Naomi. Dank. Naomi van Stapelen en sinds 4 dagen lector inclusive education. Een aantal van jullie ken ik via hele andere wegen. En het is heel leuk om op deze manier weer met jullie samen te zijn. Ik kom van Echo, dus dat is altijd een goede disclaimer. Ik heb jarenlang... Nou ja, Tanja, leuk om je weer te zien ook. Mohamed, lang geleden. Het is echt leuk om allemaal mensen te zien. Ik ben ooit begonnen op het VMBO-onderwijs. Dat was nu 22 jaar geleden. Dus ik verf mijn haar, dan weten jullie, het is een tijdje geleden, in Rotterdam. En dezelfde discussies zijn nog steeds aan de gang, 22 jaar later. Dat geeft mij enorm veel inspiratie om hard aan de slag te gaan in de meest gesegregeerde stad van Nederland, namelijk Den Haag. De Haagse Hogeschool, waar ik lector inclusive education ben, daar zijn allerlei activiteiten bezig om dit aan te pakken, zowel binnen de Haagse Hogeschool als in relatie tot de hele stad en breder. En ik heb dit ook altijd, inclusiviteit is vanaf het moment, ik heb in alle onderwijslagen, zowel als student als docent, dus ik ben een stapelaar, mijn achternaam doe ik eer aan, ik ben een stapelaar, maar ook qua, dus ik ben ooit zelf begonnen op het VMBO, MBO, HBO, universiteit, et cetera. En ook lesgegeven. En ik weet waar de bottlenecks zitten in die hele lijn. En vooral waar allerlei aannames over zogenaamd de ander. En het denken over de ander, hoe dat een rol speelt in die segregatie. Het is niet alleen, het is echt ook een manier hoe kunnen we ons onderwijs inrichten, zodat we niet meer vanuit aannames, maar echt vanuit wat er ontstaat tussen studenten en docenten in die klasomgeving. Hoe kunnen we die pedagogische omgeving inclusief maken, zodat het er niet toe doet waar je vandaan komt, maar welke aspiraties, talenten je hebt en die je samen ontwikkelt. En daarin, dat is waar ik heel erg voor sta, is het leren en afleren en vooral ook voor docenten. Dus daar wil ik graag ook verder met jullie over praten. Dankjewel, Naomi. Rietjana. Mijn naam is Rietjana. Ik ben de Echo-winnaar voor het HBO van 2020. Dus ik ben nieuw in de Echo-family, maar wel heel enthousiast. Ik woon aan de rand van Morgenstond. Dus eigenlijk een beetje buurtgenoot van Mohamed. Ik hou mij bezig met inclusiviteit en diversiteit. Voorheen vanuit de studentenvakbondbeweging. En toen ben ik een beetje blijven hangen, want ik was nog niet tevreden. Zowel op de Haagse Hogeschool als Universiteit Leiden studeer ik en bemoei ik me met een aantal thema's op het gebied van diversiteit en inclusie. En verder, ik ben ooit met de CITO-score die VWO zei, wilde ik van de basisschool weg. En toen ben ik in een MAVO-HAVO-klas gezet. En toen wilden ze mij niet terugsturen naar het niveau waar ik thuis hoorde. Dus in enige zin ben ik ook wel een stapelaar. Dat ging heen en weer van hoog naar laag. En wat bij mij altijd een hele grote rol speelde, was het zorgdossier. Want ik had een alleenstaande moeder. Dat is iets wat eigenlijk pas sinds 2020 echt onder de aandacht komt. En dat is dus ook iets waar ik op in 2021 me voor probeer in te zetten. Dat we ook dat soort dingen uit het systeem halen. Want dat zijn relatief kleine veranderingen die een grote impact hebben op schooladviezen. Verder ben ik tegenwoordig activist. Actief binnen de Black Lives Matter beweging Nederland.
En dan in het bijzonder op het thema, wat is institutioneel racisme in het onderwijs? Dus dat is een beetje waar ik zo al mee bezig ben. En ik heb heel veel collega's vandaag op het scherm, dus dat is heel leuk. Dankjewel, Rietjana. Mechtelt. Ja, goedemorgen. Ik ken alleen Mary. Mary, spreek ik het uit. Ik ben 54 jaar, ik woon in Amsterdam. Ben directeur-bestuurder van ACROS. ACROS is een kinderopvang- en welzijnorganisatie in Amsterdam, met name Amsterdam-West. Inclusie, een inclusieve samenleving is een thema wat bij mij eigenlijk meer vanuit de privésfeer ooit aandacht heeft gekregen. Omdat een van mijn kinderen met 5 een diagnose autisme kreeg, althans PDD-NOS, maar dat valt in die groep. En dat maakte dat ik als ouder te maken kreeg met ja, zeg maar een kind wat atypisch is, hè, anders is dan de gemiddelde, voor zover de gemiddelde mens bestaat, ik denk het niet. En dan ga je in de molen, in het systeem. En vanuit dat proces heb ik jaren te maken gehad met het speciaal onderwijs, met het speciaal basisonderwijs. Inmiddels zit hij in 4 HAVO op een tussenvoorziening, wat regulier onderwijs is, maar wel met kleinere klassen en met extra zorgondersteuning, mocht dat nodig zijn. Nou, daar maakt hij dan nu geen gebruik van. Dus heb vanuit die lijn, en hij is nu 16, zeg maar vanaf een jaar of 11, 12 geleden, meer als ja, mens gezien wat er gebeurt als je anders bent dan de meeste mensen. En dat kan iets zijn wat je natuurlijk aan de buitenkant ziet, hè, wat natuurlijk heel veel voorkomt en waar veel over gesproken wordt, maar dat speelt ook een rol als je van binnen, hoe je hersenen werken, als dat wat anders is. Vanuit die ervaringen heeft dat steeds meer mijn aandacht gekregen. Ik heb jaren in het bedrijfsleven gewerkt directeur, als manager. En ik heb een aantal jaren geleden bewust gekozen om directeur van de stichting Vanuit Autisme Bekeken te worden. Een programma wat gefinancierd werd door het ministerie van VWS. En ik heb daar in een inclusief team, en dat waren dus professionals met en zonder autisme, heb ik anderhalf jaar me heel erg verdiept in het onderwerp inclusie. En de breedte daarvan en de complexiteit daarvan. En toen ik daar klaar was, dacht ik van een ministerieel programma is heel hoog overleg, is abstract, gaat over systemen, gaat over projecten, over subsidies. En toen dacht ik, wat ik eigenlijk heel graag wil, is echt in de praktijk, ergens op een plek waar je ook effect kan hebben als je met inclusie bezig bent. Ik zou graag in de praktijk willen uitvinden van hoe kan het dan anders? Nou, kinderopvang is natuurlijk, ik weet niet voor degene van jullie die zelf kinderen hebben, als je voor het eerst je kind wegbrengt naar opvang, dan doet dat vaak wel wat met je ouder als ouder. Hè? Dan geef je ze uit handen en dan komen je kinderen eigenlijk zonder jou, ook al vanaf 1 jaar, in een systeem terecht, waarbij er op een bepaalde manier met ze wordt omgegaan en wordt gekeken. Ik denk dus dat kinderopvang, zeker omdat er in toenemende mate met onderwijs wordt samengewerkt, met basisonderwijs, dat dat een hele bijzondere plek is om te kijken van wat is nou inclusie? En als je inclusiever wilt organiseren en met elkaar wilt omgaan, in welke vorm kan dat dan? Zowel binnen de organisatie, als het gaat om hoe gaan we als personeel met elkaar om, maar ook richting ouders en hoe gaan we met kinderen om. Dus dat is het thema waarop ik nu eigenlijk heel praktisch in de praktijk bezig ben. Er werken 240 mensen hier, 24 kinderopvanglocaties. We hebben ook welzijnsactiviteiten, waaronder inburgeringscursussen, taalonderwijs. We hebben een hele diverse multiculturele doelgroep, ook op kinderopvangstuk. Dus ik zie heel erg het raakvlak met onderwijs. Goed om te horen en ook dat je vanuit die verschillende systeemniveaus ervaring hebt en daarna kunt kijken. Zeker. En misschien als laatste opmerking, wij werken ook intensief samen met de AWBR. Dat is een schoolbestuur met 28 basisscholen in Amsterdam-West. Dus ons, zeg maar het thema inclusie doe ik ook echt samen met die bestuurder. En we gaan ook een integraal kindcentrum in Amsterdam-West opzetten. Dus er zijn hele mooie praktijk. Voorbeelden waarin we het kunnen gaan operationaliseren.
Heel goed. Dus ik ben heel benieuwd naar alles wat vandaag besproken wordt. Dat zie ik als inspiratie en als input ook voor mijn proces hier. Ja. Nou, hier kunnen we zeker op doorgaan straks. Anne Fleur, uit Rotterdam. Ja, goedemorgen allemaal. Mijn naam is Anne Fleur Lurvie. Ik ben docent Engels op een school in Rotterdam, op Lyceum Kralingen. En dat is eigenlijk een school die zich met nadruk inzet voor gelijke kansen. Onderwijs. En ik ben daar 1,5 jaar geleden begonnen. En naast dat ik daar Engels geef, ben ik ook coördinator wereldburgerschap. En we zijn ook een UNESCO-school. Dus daar hou ik me ook nog mee bezig. En ik heb eigenlijk naast een achtergrond in het onderwijs, heb ik ook culturele antropologie gestudeerd en ontwikkelingsstudies. En doe ik naast het werken op deze school ook nog onderzoek naar onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. Ik zit in een netwerk van allemaal docenten die lesgeven aan diverse leerlingpopulaties. Een netwerk van Refugee Education, waar het thema inclusie ook veelvuldig aan bod komt. En wat ik zelf met het thema inclusie heb, is dat vooral, ik vind het heel erg interessant vanuit die verschillende perspectieven. Ik werk op een school met een hele diverse leerlingpopulatie. Veel leerlingen ook met een migratieachtergrond, maar ook veel collega's. Met een migratieachtergrond. Dus wij zijn eigenlijk een hele diverse school. Maar diversiteit is niet per definitie hetzelfde als inclusie. Dus dat is iets waar we eigenlijk elke dag, heel de dag aan werken met elkaar. En ik kan er heel veel dingen over delen. Maar voor nu, voor de introductie, denk ik dat dit al in een notendop is. Wat ik met het thema inclusie heb. En dan kunnen we daar verder over praten later tijdens het gesprek. Dankjewel, Anne Fleur. Dan ga ik nu naar Tanja. Ja, dankjewel. Wat heb ik met het thema? Ik adem dit thema, denk ik. Ik mag voorzitter zijn van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost. Daar leven 180 nationaliteiten en culturen in soms meer plezierige en soms in minder plezierige mate met elkaar. Het brengt heel veel uitdagingen met zich mee, mooie en soms ook minder mooie. Ik denk dat eigenlijk jullie hebben zelf al zoveel mooie dingen gezegd, dat ik eigenlijk alleen maar denk van wow, ik zie echt uit naar het gesprek. Want ik denk dat, wat Naomi net ook terecht zei, van hoe gaan we bijvoorbeeld inderdaad af van aannames naar aspiraties. Mijn stadsdeel wordt echt, het is gewoon een stigma op het stadsdeel. Als je ook zegt, letterlijk laat ik gewoon in de hoek erover op. Maar volgens mij, it sums it up. Als ik jullie het volgende vertel, ik ben hiervoor Tweede Kamerlid geweest voor de Partij van de Arbeid, woordvoerder onderwijs. En toen ik voorzitter werd van het stadsdeel Zuidoost, heb ik heel veel mails gehad. Met bijna condolences van mensen die zeiden, tot op dit moment had je zo'n goede carrière. Waarom ga je in dit stadsdeel werken? Dit is zo'n groot afbreukrisico met zoveel mensen, zoveel nationaliteiten. Wat een gedoe. En ik heb Mary dat wel eens verteld. En dat was niet één mail, maar dat waren er vele. En ook als je tegen mensen zegt, ik ben voorzitter van het stadsdeel Amsterdam Zuidoost, kijken ze je meewarig aan van wat zielig voor je. En misschien is dat ook wel waarom ik juist ook, het werd al door Lysiane gezegd, hè, waarom ik zo ontzettend blij ben toch ook met Black Lives Matter. Omdat los van heel veel goede dingen die er zijn, en ook een paar dingen waar ik ook wel discussie over heb, hoor daar niet van. Maar het gros, 90% van de zaak, die steun ik 100%. Omdat je merkt dat dankzij Black Lives Matter een snelheid is ontstaan in de discussie. Waardoor dingen echt bespreekbaar gemaakt kunnen worden. En ik vind het ook mooi dat Black Lives Matter, dat heb ik zelf ook in een interview gezegd in het Parool, daar mooi aan vond. En ook aan de grote demonstratie, bijvoorbeeld ook in Zuidoost, in het Nelson Mandela Park, waar 11.000 mensen bij elkaar waren, minstens, waarschijnlijk meer. Maar 11.000 mensen, dat is op zo'n nette en goede en vredige manier gegaan. Ook daar weer in een week van tevoren allemaal mensen die mij belden en mailden en zeiden van je moet extra politie inzetten, je moet van alles extra doen. Maar dit is wel Zuidoost, hè? Daar gaan ze zeker rellen. Nou, volgens mij was het de meest vredige demonstratie van heel Nederland, maar oké, dat terzijde. Maar het geeft wel aan dat het Black Lives Matter heeft heel veel mensen die nog niet wakker geschud waren, echt wakker geschud. En mensen die al wakker waren, echt klaar wakker gemaakt. En daar ben ik zelf erg dankbaar voor. Dus ik ben blij, Lysiane, dat jij hier ook bij zit. En dat je dit ook zo stevig zegt. En ook het laatste wat jij zei over dat zorgdossier.
Nou, in Zuidoost is het één groot zogenaamd zorgdossier. Kinderen die het absoluut kunnen. Je ziet het aan alles. Mary weet het. Ik geef heel veel gastlessen zelf. Omdat ik vind dat je als bestuurder kun je heel veel kletsen. Maar je moet gewoon doen. Hè? Ook gewoon met je voetpoten in de modder staan. En kijken hoe er op die scholen wordt omgegaan met kinderen. En ik zie heel veel fantastische docenten die echt het juiste doen. Ik zie ook docenten die kinderen helemaal niet begrijpen. En die zijn wit en zwart en groen en pimpelpaars. Dus alle soort docenten die de kinderen niet begrijpen. En die ook vaak gedrag en intelligentie door elkaar mengen. Dus dat jongens een beetje ongedurig zijn. En dat is niet goed te spreken, dat moet beter. Maar dat wil niet zeggen dat de intelligentie daaraan gerelateerd moet worden. Nou ja, zo zijn er heel veel verhalen en heel veel dingen. Dus ik zie uit naar dit gesprek. En dus wat heb ik met inclusiviteit? Alles. Ik vind ook eigenlijk diversiteit vind ik geen woord meer. Ik vind inclusiviteit het woord waar we naar moeten streven. En dat we ook na moeten gaan denken. En dan stop ik echt. Maar dit is wel mijn stokpaardje voor dit jaar. Is dat ik niet alleen roep. We moeten een stoel aan tafel. Maar die is erg aangenaam. Maar wat doe je met die stoel aan tafel? En hoe zorg je? En dan ben ik met name mijn mensen in Amsterdam Zuidoost. Hoe zorgen we ervoor dat als we aan tafel zitten. Dat we daadwerkelijk ook een stempel drukken? Nou, dat is voor even nu. Dankjewel. Ineke. Hallo. Ineke van Halsema. Ik werk bij de Haagse Hogeschool als directeur HRM. Alweer bijna 4 jaar. Dus In 2009 bij de Haagse Hogeschool gekomen. En heb daar verschillende dingen gedaan. En ook in de tussentijd nog elders gewerkt. Maar ik heb dus inmiddels een behoorlijk lange geschiedenis met de Haagse Hogeschool. Ik hou er ook van, zeg ik vaak. Ik voel me erg verbonden met die institutie. Met alle moeilijkheden en ingewikkeldheden die daar ook bij horen. Ik haal die geschiedenis even aan omdat ik in 2009 bij de hogeschool ben gekomen als programmadirecteur diversiteit, heette dat toen nog. En dat was naar aanleiding van een aantal discriminatiezaken die toen speelden. En ik ben door die toch wel inmiddels lange geschiedenis ook af en toe behoorlijk moedeloos aan het worden. Hoe dingen keer op keer fout blijven gaan. En hoe het gaat met het lerend vermogen in de organisatie. Daar, dat houdt me erg bezig. Sowieso. Als burger en als ook lid van die community die de Haagse Hogeschool ook is. Maar ook als directeur HRM natuurlijk extra. Ook omdat we binnen deze dienst HRM de Heek Center for Teaching and Learning hebben. En ons bezighouden met leren in de organisatie en met het opleiden van docenten en medewerkers. Voor de taak waar wij voor staan. En daarin aandacht voor diversiteit en inclusie op een goede manier en dat goed aan te haken, dat is een opdracht en een opgave en dat is iets wat ook nooit af blijkt te zijn. En soms veranderen de uitdagingen, maar ik ben vooral bezorgd over de hardnekkigheid van sommige zaken op de hogeschool. Dus ik ben nu weer blij met de komst van Naomi en de inzet van Rizianne. Dat er steeds ook nieuwe mensen komen met nieuwe inzichten die ons kunnen helpen om deze kwesties aan te gaan. Ik ben ook lid van de Taskforce Diversiteit en Inclusie op de hogeschool. En ook dat is weer een nieuwe vorm waarin we proberen om een aantal zaken op de kaart te zetten en stevig op te pakken. Dus, dankjewel, Ineke. Dan gaan we nu naar Marieke. Dankjewel voor je eerlijkheid ook, Ineke. Mooi. Ja, anders komen we er helemaal niet. Als we het ja, ding mooi zeggen, ja. Ja. Goedemorgen, ik ben Marieke Brugman. Ik werk als senior adviseur onderwijs bij de Nederlandse UNESCO-commissie. De UNESCO-commissie heeft een aantal taken, zit dus een beetje in het midden tussen wat de Nederlandse overheid doet, wat UNESCO internationaal doet en wat er in Nederland gebeurt op het gebied van alles wat met UNESCO te maken heeft. Nou, in dit geval voor onderwijs betekent dat voor mij bijvoorbeeld dat ik aan de ene kant goed moet kijken wat er in Nederland gebeurt op zo'n thema als inclusie,
Omdat dat UNESCO is de uitvoerder van Sustainable Development Goal 4. En die gaat over onderwijs voor iedereen. Over het beschikbaar maken van onderwijs. Over gelijke kansen. Over inclusie. Over de mogelijkheid om je leven lang te leren. En daar ook weer in te stappen. Mocht het niet lukken in de bekende schoolse periode. En dan zie je een aantal interessante dingen wel gebeuren. Aan de ene kant kan ik dus heel goed overzien in Nederland wat er allemaal aan initiatieven is. En proberen dat in de internationale context voor het voetlicht te brengen. En ook andersom, want we zien in andere landen dingen gebeuren waarvan we ook kunnen zeggen, goh, daar zouden we in Nederland iets mee kunnen. Of is dat niet een ervaring die we in Nederland zouden moeten delen? Wat je bijvoorbeeld ook ziet gebeuren is, ik had bijvoorbeeld vorige week een discussie met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat ging over het uitvoeren van SDG 4. En daarbij zei men keihard, ja, maar dat hoeft niet in Nederland, want in Nederland is dat eigenlijk al wel heel goed in orde. En dan is het dus je rol vanuit de UNESCO-commissie om heel hard te kunnen roepen, nou, zullen we eerst eens even samen sowieso met het ministerie van OCW kijken hoe het er daar uitziet, hoe zij daarnaar kijken, maar ook aandacht vragen voor de problemen die daar spelen en niet te makkelijk denken dat we het in Nederland allemaal wel goed geregeld hebben, want dat is natuurlijk geen zin het geval. Dat is een belangrijke. Daarnaast hebben we in Nederland een netwerk van UNESCO-scholen. Anne Fleur zei het net ook al, we hebben in Nederland een kleine 70 UNESCO-scholen. Dat is PO, VO, MBO en HBO. Dus er zit een hele grote groep in. Daar kan je ook vaak een hele mooie lijn in zien. En die scholen zijn allemaal ook heel verschillend. Want het maakt natuurlijk wel uit of je bij Anne Fleur in Rotterdam komt of op een heel klein schooltje in Silvolde voor het perspectief. Maar al die scholen hebben te maken met inclusie en dat vergeten we wel eens. En UNESCO-scholen hebben als belangrijke missie ook om daar aandacht voor te vragen. Om het wederzijdse begrip en tolerantie van leerlingen ten opzichte van elkaar en de omgeving en de wereld wat te vergroten. Nou ja, vanuit die invalshoek schuif ik hier vandaag aan. En ik ben nu al onder de indruk van de verhalen die ik gehoord heb, dus ik verheug me op het vervolg. Dankjewel, Marieke. Ondertussen is ook aangeschoven Gert Geertsma. Welkom, Gert. Ik vraag je meteen om je even te introduceren, kort. Iedereen heeft even heel kort verteld waar die werkt en wat de relatie met inclusie is. Oké, ik ben Gert Geertsma, directeur van de basisschool in Amsterdam-West. En we zijn samen met een andere basisschool en kinderopvangorganisatie ACROS, waarvan Mechtold hier ook aangesloten is, ja, bezig om een kindcentrum te stichten. In die zin dat gaat ook wel gebeuren, want er komt ook een nieuw gebouw waar het gaat doen, waarin zowel kinderen van 0 tot 12 jaar, waar we naast dat we zitten ook in een buurt die al heel divers van zichzelf is, ook proberen ruimte, we gaan gewoon ruimte geven aan kinderen die normaal naar het SBO of het SO zouden gaan. Dat betekent het feit dat we, en dat gewoon in reguliere klassen te gaan doen, in reguliere groepen te gaan integreren. Zodat we eigenlijk een buurt nabije faciliteiten voor alle kinderen die gewoon in de buurt wonen, ook gewoon op school kunnen waar ze in de buurt wonen. En eigenlijk net als op straat gewoon met andere kinderen spelen, ook gewoon op school met andere kinderen in de klas zitten. Dus ik op die manier gewoon een volledig geïntegreerde kindcentrum met me. Interessant. Ja. Mechtold had er al een klein beetje over verteld en nu horen we ietsje meer. We hopen dat we er straks nog wat meer over kunnen horen, want het past heel goed bij de bevindingen die wij hebben gehad, of die we hebben door het project Multi-Include. De reden waarom we hier ook bij elkaar zitten, omdat we in dat kader deze roundtable organiseren. Ten slotte, we zijn wat uitgelopen in de tijd. Het zijn nog vier mensen die zich kort gaan introduceren, waaronder ikzelf. En dat zijn de mensen die eigenlijk achter de schermen ook aan het werk zijn voor deze roundtable. Ik begin even met Josephine. Wil je je kort even voorstellen? Ja hoor, goedemorgen allemaal. Ik ben Josephine van Marle. Ik ben programmamanager bij Echo. En ik coördineer bij Echo eigenlijk met name de Students for Students campagne. In opdracht van het ministerie van OCW. En daarbij eigenlijk ondersteun ik 21 projecten die over heel Nederland verspreid zijn, die zich bezighouden met diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs. Dus dat is eigenlijk even heel kort. En ik ben eigenlijk ook onderdeel van het Multi-Include team. Dus ik heb onder andere ook samen met Mary en een andere collega van ons het rapport geschreven op basis van al die 72 casussen die we hebben verzameld met het hele consortium. Dankjewel, Josephine. Imen? Ja, dankjewel, Rotte.
En goedemorgen ook iedereen. Mijn naam is Imen Shantouf en ik ben werkzaam voor echt alweer een jaar, ongeveer anderhalf jaar inmiddels. En in mijn rol ben ik eigenlijk voornamelijk in Provini actief om diversiteit en inclusie binnen de arbeidsmarkt meer aan te jagen. En ik coördineer hierin onder andere het ECHO mentorprogramma. Maar ik heb ook het afgelopen jaar de eer gehad om betrokken te zijn bij wat meer diversiteit en inclusie ook in het onderwijs. En daarin ook studiezalen te volgen aan de hand van een film en ook vast te mogen leggen. En dat was een hele bijzondere ervaring om door hun op die manier echt verwelkomd te worden natuurlijk binnen studiezalen. En voornamelijk ook omdat het zowel voor corona heeft plaatsgevonden als ook na corona. En dat is ook iets wat we terugzien, zoals je al benoemde, in de documentaire reeks van Plassen natuurlijk. En hoe enorm groot die impact hiervan is geweest op de leerlingen. Dus we hebben net geluk gehad dat we nog voor corona een aantal zaken hebben kunnen bijwonen. En studiezalen hebben kunnen filmen, zoals het huis, zoals het echt staat, ook echt voor die leerlingen natuurlijk. En we kijken er in ieder geval enorm naar uit om de film af te ronden en ook met jullie te mogen delen. Abdelhamid is vandaag niet aanwezig en dat is jammer natuurlijk, wens hem goed wetenschap. Maar we kijken er heel erg naar uit om echt zijn kindje als het ware aan jullie te mogen presenteren. Dus ik wil nog heel even één ding benoemen tussendoor, wat als het mag. Ja, heel goed, want ik weet al wat je gaat zeggen. Ja, precies. We zijn inderdaad de sessie van vandaag natuurlijk ook in het kader van het Europese project aan het opnemen. En dit is als het goed is eerder gecommuniceerd ook aan jullie via de mail. Dus als er geen bezwaar verder tegen is, dan laten we dat zo staan. En anders laat het mij vooral weten natuurlijk. Dankjewel, ik was het vergeten te melden en ik dacht ik ga het zo doen, maar gelukkig ben je me voor. Miri. Ja, goedemorgen allemaal. Dank dat jullie hier aan willen deelnemen. Nou goed, ik werk ook bij ECHO en werken aan diversiteit en inclusie is een deel van ons dagelijks werk. En ik wil gewoon een aantal dingen even kort aanstippen. Ik denk, wat vooral is aangegeven, Mohammed gaf het aan, Naomi, dit thema diversiteit en inclusie staat al heel lang op de agenda. En eigenlijk zie je, als je kijkt naar de outputcijfers, zie je hele kleine veranderingen. En het vraagstuk van toegankelijkheid is nog steeds heel erg evident. Tegelijkertijd is de samenleving veranderd. Alles om het onderwijs heen is veranderd. En ik denk dat dat het meest interessante is van de huidige tijd. Tanja gaf het aan en Ritjenne gaf het aan. Black Lives Matter heeft die agendering eigenlijk heel toegankelijk gemaakt. En dat zien wij in ons werk ook. Naar aanleiding van Black Lives Matter zijn studenten die opstaan en of leerlingen die opstaan en naar een bestuur gaan en zeggen van goh, wat doen wij aan diversiteit en inclusie binnen organisaties, en niet alleen publieke, maar ook private organisaties staan werknemers op en houden ook inderdaad stellen die vragen over accountability. Dus ik denk dat het een heel interessante tijd is. Nog even iets over de samenstelling van deze groep. En in relatie tot Multinclude. Is dat wat we zien is dat er altijd heel dat gesprekken over diversiteit en inclusie heel verkokerd gebeuren. Eigenlijk heel verticaal binnen je eigen organisatie. Terwijl voor het oplossen van het vraagstuk. En zeker op grootstedelijk niveau. Is het heel erg belangrijk dat je horizontaal met elkaar het gesprek voert. En dat eigenlijk elke stakeholder telt. En dat is ook de achtergrond van waarom we jullie hebben uitgenodigd vanuit verschillende steden, vanuit verschillende dimensies als stakeholder. En dat je dus inderdaad die vertaalslag, dat is denk ik de uitdaging waar we allemaal voor staan. Tanja gaf het ook aan, dat je dus de vertaalslag maakt van praten naar uitvoeren en succesvol uitvoeren. En dat je dus ook inderdaad het lastige gesprek voert. En ik denk dat diversiteit en inclusie, dat zeggen een aantal van mijn collega's ook altijd, in feite zouden we het moeten hebben over racisme. Maar dat geeft heel veel ongemak. En daarom verpakken we het altijd heel erg mooi met diversiteit en inclusie. En wat Tanja ook zegt, het gaat eigenlijk over inclusie. En kunnen we het eigenlijk niet het gesprek over uitsluiting daarin ook niet ontwijken. Nou, Botte, ik geef hem weer aan jou terug. Maar heel fijn dat jullie hier allemaal bij zijn. Dankjewel, Mary. Ja, ik ben Botte Zijlstra. Ik ben project coordinator van het project Multi-Include namens ook de Haagse Hogeschool. Ik werk al 20 jaar bij de Haagse Hogeschool
Net als Ineke Verknocht aan de Haagse Hogeschool. Ben ook al 20 jaar met het thema bezig met diversiteit en inclusie binnen de hogeschool. En ik zie wel een hele mooie ontwikkeling, ook al is het inderdaad heel weerbarstig. Maar er gebeuren wel heel veel zaken. En de afgelopen 5 jaar heb ik me heel druk bezig gehouden met het opzetten van een kenniscentrum. En dat heet Global Inclusive Learning. En daar zijn nu al 5 lectoren aan verbonden, die vanuit verschillende invalshoeken, waaronder Naomi, zich bezighouden met inclusief onderwijs. En daar ben ik wel heel erg trots op. En daar hoop ik ook dat we de komende jaren samen met initiatieven als de Taskforce en allerlei andere initiatieven weer een hele stap gaan maken binnen de hogeschool. En ik hoop ook dat dat weer naar buiten toe ook zijn weerslag gaat hebben. Voor nu ben ik heel blij dat jullie hier zijn in het kader van ons Multi-Include project. Ik heb er een korte presentatie van om eventjes het gesprek op gang te brengen. En ik zal er ietsje sneller doorheen gaan dan ik van plan was. Maar dat komt omdat we wat langer de tijd hebben gehad om naar jullie verhalen te luisteren. En die zijn eigenlijk ook het belangrijkste. Want wat ook blijkt uit het hele Multi-Include programma is dat context zo belangrijk is. En dat je niet zomaar in allerlei generalisaties kunt gaan spreken. Ik ga even mijn beeldscherm delen. En als het goed is, zien jullie nu een PowerPoint. Klopt dat? Ja. Mooi. Wat we vandaag met jullie willen bespreken, de centrale vraag: wat is vanuit jullie context nodig om het onderwijs inclusiever te maken? En welke rol en verantwoordelijkheid hebt u of hebben jullie daarin? Multi-Include die is opgezet na te denken en om te verzamelen, en vooral heel veel voorbeelden te verzamelen over inclusieve strategieën in het onderwijs. En hoe je op die manier vanuit het onderwijs ook de communities en de samenleving inclusiever kunt maken. We zijn gestart in januari 2018 met 7 partners. De Haagse Hogeschool die de penvoerder is, dan ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsvraagstukken. Wij zijn in dit project heel erg samen opgetrokken. Dan het Knowledge Innovation Center in Malta. Een hele interessante organisatie die vooral ook in Midden- en Oost-Europa werken. Heel veel vanuit de techniek ook met het thema inclusie bezig is. Malmö University, Kinderunie Wien, is een onderdeel van de universiteit in Wenen. En die richten zich helemaal op de aspiraties van kinderen om naar het hoger onderwijs te gaan. En met name eerste generatie studenten of kinderen. Dan ESHA, de European School of Head Association. Dat is een stichting en die toevallig gezeteld in Utrecht. Dat is een stichting of een organisatie, vereniging van schoolhoofden. Dus directeuren van basisschool, voortgezet onderwijs. En het zijn er ongeveer 12.000 die ze vertegenwoordigen. Dus dat is een hele mooie partij ook voor ons om te dissemineren breed in Europa. En eenzelfde soort organisatie is Discola in Italië. Die zitten in Noord-Italië, Turijn. Ook een hele interessante organisatie. En dat is een netwerk van scholen en eigenlijk stadsdelen die bezig zijn ook om het onderwijs in Italië inclusiever te maken. Het interessante van dit consortium is dat het een heel gemêleerd gezelschap is. En ook onderwijs en NGO's en verenigingen bij elkaar. En dat weerspiegelt eigenlijk ook de strategieën die succesvol blijken. Want daarin is samenwerking nodig, met name tussen formeel, informeel en non-formele initiatieven. Dit hele netwerk vertegenwoordigde al die initiatieven. Het was in het begin ook best lastig, want we moesten gezamenlijk toch tot een bepaalde taal komen. Want ieder land heeft al zijn eigen invulling over inclusie. Maar ook de schoolvorm en de context bepaalt heel erg hoe je met inclusie bezig bent.
De principles van multi-include, what strategies work. Maar ook in de titel stond heel erg in 2018 dat we naar evidence-based strategieën wilden gaan. Nou ja, daar hebben we nog wel het nodig over te zeggen, want het is heel lastig om naar evidence-based strategieën toe te werken. En daar ga ik straks nog wat beter op in. Een andere principle die voor ons heel belangrijk is, is het pathway naar het hoger onderwijs. Vanaf de kindergarten tot het hoger onderwijs. Dus we hebben die hele pathway, daar hebben we naar gekeken toen we die casussen aan het verzamelen waren. En we hebben ons dus gericht op zowel formeel, informeel als non-formeel onderwijs. Dus we hebben ons niet beperkt tot alleen maar formeel onderwijs. Nou, we hebben meer dan 70 casussen hebben we verzameld in het eerste jaar. En het tweede jaar stond in het teken van de analyse, maar ook het ontwikkelen van allerlei tools op basis van die kennis die we hebben opgedaan. Er is een MOOC ontwikkeld, er is een learning community ontwikkeld, er is een tool ontwikkeld, een matrix, die scholen kunnen gebruiken om tot inclusievere strategieën te komen. En dat vind je allemaal op www.multiinclude.eu. Nou, wat ik al zei, meer dan 70 casussen. En linksboven zie je dat het met name 60 van de 72 zijn echt grassroots initiatieven. Dat is, we hebben daar van tevoren ook heel erg over gesproken van wat voor type initiatieven willen we nou verzamelen. We hebben gekozen om zowel top-down als bottom-up initiatieven te bekijken. Maar de meeste initiatieven waar we toch tegenaan liepen, dat waren grassroots initiatiefs. En dat zijn toch eigenlijk initiatieven die heel erg ontstaan vanuit de contexten, de specifieke contexten. Dat blijkt dus ook een succesfactor te zijn. Top-down is gewoon heel lastig. Je kunt beter met grassroots beginnen en daarna opschalen en dan top-down faciliteren, blijkt. Verder, veel casussen ook, 28 van de 72 in super diverse majority minority cities. En hebben we vooral gekeken naar Amsterdam, maar ook Londen, Turijn, Wenen. Dat zijn allemaal majority minority cities. Wat is nog meer om te... Veel van die casussen, 47 van de 72, waren ook echt ontstaan omdat er gebrek was aan beleid. Wat we ook zien, dat 61 van de 72 casussen, daar was sprake van samenwerking tussen twee of meer partijen. Nou, allereerst wil ik een opmerking maken over evidence-based strategies. Dat stond in de titel van onze projectaanvraag. Daar haakte Europa vast ook heel erg op aan, want iedereen heeft in de politiek, maar ook in bestuurderslagen, behoefte aan evidence-based materiaal, omdat dan het gevoel bestaat dat je dan het goede doet. Nou, wat blijkt, evidence-based is toch een contested concept. Het is heel erg lastig om, wat is nou precies evidence-based? Het is in ons geval met diversiteit en inclusie zo'n complex vraagstuk dat evidence-based bijna niet te doen is. In echt academische termen, zeg maar. En we hebben er ook last van. Want vaak wordt er gesproken, ook in directeuren, bestuurderslagen en in de politiek, van is het evidence-based? En als het niet evidence-based is, dan is dat een reden om het niet te doen. En wij denken eigenlijk dat daar ook een van de problemen ligt, waarom het allemaal zo moeilijk gaat ook binnen scholen, omdat er zo'n nadruk ligt op evidence-based, wat gewoon in de praktijk gewoon eigenlijk niet zo goed werkt. Want het is allemaal context-driven. Bepaalt de organisaties, als je kijkt naar formeel, informeel, non-formeel, dat zijn allemaal verschillende typen initiatieven, maar die zijn allemaal nodig. De target group, de doelgroepen die zijn, bepalen de context, de verschillende landen. Er is ook niet echt iets te zeggen van dit is inclusie, want in ieder land is het accent weer anders. En er zijn zoveel factoren en dimensies van invloed op het succesvol laten zijn van inclusie. Dus wat we hebben gedaan bij de analyse van die 72 casussen, is dat we ons vooral gericht hebben in de analyse op het proces binnen die casussen. En we wilden eigenlijk echt begrijpen
wat nou de nature is van die verschillende casussen, het potentieel, de intenties. En van daaruit wilden we die initiatieven goed begrijpen en kijken van wat in die initiatieven zorgt er nou voor dat er change ontstaat. En dat, daar hebben we ons meer op gericht dan op dus de kwantitatieve resultaten van hoeveel uitval heeft het nou bespaard en hoeveel rendement heeft het en dergelijke opgeleverd. Want dat is gewoon heel erg moeilijk te zeggen. Nou, context en samenwerking zijn key. Dat is wat gebleken uit al die casussen die we hebben bestudeerd. Het adresseren van verschillende contexten is een absolute voorwaarde. Mary die was al betrokken bij een ander EU-project genaamd IDEARS. Dat is eigenlijk een voorloper van Multi-Include. Hebben ook toen heel veel casussen bestudeerd. En Mary zei 3 jaar geleden al dat die context zo bepalend is, dat uit al die casussen is gebleken. Nou, dat is hier nu echt opnieuw eigenlijk bevestigd door middel van 72 casussen. Uit die context hebben we 4 verschillende benaderingen gedestilleerd die heel erg belangrijk zijn voor dat succes. Daar gaat de volgende sheet over. Samenwerking is ook heel belangrijk. En met name hebben we gezien dat die samenwerking tussen formeel onderwijs en NGO's en allerlei community-driven organisaties zo belangrijk is. Zonder die samenwerking is het heel moeilijk om succes te krijgen. En het voordeel is van die NGO's en die community-driven organisaties is dat die veel beter dan formele onderwijsorganisaties in staat zijn om context-driven te werken. En dat is denk ik een hele belangrijke punt uit onze analyse, dat wij denken dat de politiek en de beleidsmakers eigenlijk zich heel erg moeten gaan richten om die samenwerking tussen formeel en informele initiatieven, om dat succesvol te laten zijn. Want die samenwerking is gewoon heel weerbarstig. Ik zei net al van, uit die context, uit die casus hebben we 4 approaches, benaderingen gedestilleerd, waarvan wij zeggen van, nou, die zijn heel belangrijk. Als je met inclusieve strategie bent, dan moet je met deze elementen in ieder geval rekening houden, wil je succesvol zijn. De eerste benadering is collaborative approach. Dat is het belang ook van het aandacht besteden aan culturele verschillen. De tweede, de holistic approach. Dat studie, academic environment, private, familie, context en individueel. Die moet je allemaal, je moet het kind, de student als mens beschouwen. Niet alleen vanuit de schoolcontext. Maar daarom heb je ook al die verschillende andere organisaties nodig. Als formele onderwijsorganisatie. Anders kun je niet holistisch werken. Intersexual approach is ook heel belangrijk. Want je bent niet alleen man of vrouw. Je bent niet alleen homo of hetero, je bent niet alleen oud of jong, of migrant of niet-migrant. Je hebt heel veel verschillende identiteiten. En daar moet je allemaal rekening mee houden. En tenslotte de pathway approach. Dus als je aan inclusie wil werken binnen het onderwijs, begin vanaf kindergarten naar het hoger onderwijs. Bekijk dat hele systeem. Waar in het systeem ook de hobbels zitten en probeer die met elkaar op te lossen. We hebben ook, en daar ga ik nu maar heel kort op in, maar we hebben ook voor de scholen zelf een matrix hebben we ontwikkeld wat ze kunnen gebruiken om binnen die scholen inclusiever te werken. En daar hebben we verschillende dimensies hebben we op een rij gezet. Hier op deze sheet zien jullie die verschillende dimensies, maar dat geeft ook al aan hoe complex het ontwikkelen van inclusieve strategieën zijn. Omdat je met zoveel dimensies rekening moet houden. Ik ga ze niet allemaal bij langs, want dat is gewoon, dan ben ik over een uur nog bezig. Maar ik wil alleen even aangeven van via de website kunnen jullie naar die matrix toe. Iedere dimensie heeft een eigen vragenlijst van 10 tot 15 vragen. En als je dat invult op een hele makkelijke manier, heb je geloof ik 3 categorieën, dan kun je via dit schema kijken waar je witte vlekken, je sterktes en je zwaktes zitten binnen je inclusieve strategie als school. En deze
matrix, die hebben we in pilots met verschillende scholen gebruikt. En dat is puur bedoeld als, om het gesprek in het schoolteam te faciliteren over inclusieve strategieën. Nou, dat is een van de concrete middelen die wij hebben ontwikkeld om tot inclusieve strategieën te komen. Maar voor vandaag staat eigenlijk vooral de vraag van hoe kunnen we vanuit, het is een political roundtable, hoe kunnen we beter beleid maken? Wat is nodig om tot meer inclusieve strategieën te komen en wat is jullie rol daarin en hoe zien jullie dat? En dat is eigenlijk de grote vraag die we vandaag aan jullie willen voorleggen. Mary, wil jij misschien nog wat toevoegen aan de presentatie van daarnet? Want jij zou ook nog wat vertellen over study halls. Ja, nee, ik hoef niks toe te voegen aan, aan de presentatie, Botte. En wat ik in ieder geval wil aangeven is, het is heel veel informatie voor nu. Dus als jullie daar later nog op terug willen komen of met ons in gesprek over willen gaan, dan kan dat altijd. Dus, maar misschien heel kort over studiezalen. Hey, laat zeggen, ik kan nooit recht doen aan wat Abdel niet allemaal zou vertellen. Maar ik denk, studiezalen is denk ik een goed voorbeeld van non-formal education. Wat een belangrijke aanvulling biedt voor kinderen in grootstedelijke contexten om die toegankelijkheid naar, niet alleen naar onderwijs, maar toegankelijkheid vooral op het visualiseren van je toekomst. En daar spelen zij een hele belangrijke rol in. En ik denk wat Imen en ik hebben het afgelopen jaar met hen gewerkt. Vooral Imen is bezig geweest om het werk van studiezalen te verfilmen. En wat denk ik het meest interessante en wat hij zelf ook zou zeggen, en wat hij in heel veel van de interviews ook altijd aangeeft, is wat de kern is van hun werk, is niet dat het alleen maar gaat om onderwijs. Het gaat ook om het kind, the whole person. Wat zij belangrijk vinden is dat elk kind 's avonds lekker kan slapen. En dat een kind dus niet met zorgen over armoede, met zorgen over ik ben niet goed genoeg of een ander vindt mij niet goed genoeg, met zorgen over de samenleving positioneert mij, duwt mij in een hokje over wie ik ben, maar dat ze dus, en daar spelen ze dus met onderwijslessen, spelen ze daar bij onderwijsondersteuning spelen ze daar op in. Wat denk ik interessant is dat als je dus kijkt, ze positioneren hun werk heel erg vanuit een holistisch perspectief. En dat kwam eigenlijk het meest concreet, het succes daarvan kwam het meest concreet, zag je het meest concreet in tijdens COVID. Hè? En tijdens COVID zijn zij ook inderdaad, hebben ze, omdat ze zich heel erg bewust zijn van wat de impact was van COVID op het leven van kinderen, maar ook het leven van ouders, hè? Dat ouders werkloos werden, dat er dus de armoedevraagstukken in combinatie met kinderen kunnen niet meer naar begeleiding komen, zijn vooral thuis bezig, moeten met 3-4 personen in een kleine ruimte, met wellicht 1 laptop. En daar hebben zij dus op ingespeeld, heel concreet, door voedselpakketten te verstrekken, door met bedrijven met wie zij samenwerken, laptops beschikbaar te maken. Ook de gemeente Amsterdam heeft daar natuurlijk een belangrijke rol in gespeeld. Maar en ik denk wat het interessante is zij werken dus met al die verschillende stakeholders, met ouders, met de kinderen, met scholen, met bedrijven, om ervoor te zorgen dat kinderen een beeld krijgen van wat wil ik? Kan ik dit? Ik ben goed genoeg. Maar ook, wat zijn de mogelijkheden voor vervolgopleidingen en wat zijn de mogelijkheden voor een toekomstige, wat wil ik worden? En ik denk dat een heel interessant is. En we zien dat ook als een, dus dit soort organisaties zien we ook inderdaad als toch een belangrijke aanvulling als we het hebben over pathways to success.
dat je dus inderdaad meer nodig hebt dan alleen het onderwijs zelf, maar dat vanuit het onderwijs, en dat, ik bedoel, ik praat nu voor met jullie, en jullie zijn zich daar heel erg van bewust, maar dat je dus vanuit dat beleidsmatig perspectief op stadsniveau, dat dat dus ook zeker iets is wat je veel meer kunt organiseren. Nou goed, ik hou het daarbij. Ik zal een link sturen. Misschien wil Imen nog iets aanvullen, maar ik zal een link sturen over studiezalen. Zodat jullie daar wat meer kennis van kunnen nemen. En als de film klaar is, zullen we dat ook zeker naar iedereen, de link naar iedereen sturen. Misschien interessant. Ik vraag gewoon één iemand van jullie om alvast te beginnen met het gesprek. Ik vraag Tanja. Ook omdat ik wil jou vragen vanuit jouw rol als voorzitter van een stadsdeel in Amsterdam. Herken jij dat wat Merin net ook zei, van dat het best lastig is om te organiseren, dat formeel onderwijs en initiatieven daaromheen, informele initiatieven, om dat goed met elkaar te verbinden? En wat kunnen jullie daarin betekenen als stadsdeel? Ja. Oh jeetje, mooie vraag. Misschien dan even ter verduidelijking, want volgens mij was de bedoeling van dit gesprek een policy roundtable en niet een political roundtable, right? Want jij zei net political, dus ik moet even checken, want het zijn natuurlijk heel verschillende dingen. Ja, klopt. Oké, dat heb ik goed begrepen. Nou goed, en als het dan wat anders inderdaad politiek wordt, dan moet ik echt een andere pet opzetten. Als het gaat over beleid. Dan is dat een stuk makkelijker. Het is inderdaad, ik herken heel erg wat Mary zegt, en het zal ook niet vreemd zijn, omdat natuurlijk Abdelhamid zit in deze stad, in Amsterdam. Hij was ook echt Amsterdammer van het jaar. Ik werk zelf ook graag samen met Abdelhamid, omdat hij voor mij echt een grote inspiratiebron, voor wie niet, hè, grote inspiratiebron is. Je ziet dat hij, maar dat heeft ook te maken met, en het is heel raar wat ik nu ga zeggen, maar ik denk dat het toch ook daarmee te maken heeft, wil iets succesvols zijn, dan heeft inderdaad enerzijds te maken met de context. Maar het heeft ook heel erg te maken met de personen die het trekken. En Abdelhamid is een dusdanig amabel persoon, dat die krijgt gewoon alles voor elkaar. Je wil alles voor hem doen. Dus hij krijgt ook voor elkaar dat het formele onderwijs, wat echt wel heel pittig en ingewikkeld is, en eigenlijk het liefst, en dan nou ben ik benieuwd, Anne-Fleur, of jij dat deelt. Maar mijn perceptie hierbij is, en die hoeft niet waar te zijn, is dat veel formeel onderwijs, niet allemaal, maar veel formeel onderwijs toch liever die informele partijen buiten houdt. Ook denk van, wat komen zij, hè? Nou ja, letterlijk, laat ik het op zijn Zuidoost zeggen. Dat mensen tegen mij zeggen, wat komen deze mensen hier bemoeien? Wij zijn bezig met ons formele onderwijs. Wij hebben daartoe de competenties. Wij hebben daartoe de opleiding. Wij zijn pedagogisch verantwoord bezig. En hoezo komen derden ons vertellen wat we moeten doen? En nu denk ik dus dat Abdelhamid door zijn persoon wel op heel veel plekken binnenkomt. Maar dat het niet per se voor alle informele onderwijs als zodanig is. Dan komt er nog een complicerende factor bij. En dat is dat werkelijk niet alle informeel onderwijs wat wordt aangeboden van die kwaliteit is die je gewoon wil. Dat, tenminste, vooral met name in Zuidoost, waar we toch echt uitdagingen hebben, wil ik ook alleen maar gewoon echt heel goede mensen binnenkrijgen. Nou, en nu is het zowel binnen het formeel onderwijs zijn er mensen waarvan ik denk, oh jeetje, hebben die wel de competenties die nodig zijn om die kinderen optimaal te doen schitteren? En ook in het informele is dat zo. En die discussie, dat is een hele ingewikkelde discussie, die onvoldoende wordt gevoerd. Omdat je ook, nou daar zou ik heel veel advies in nodig hebben. Hoe voer je een gesprek zodanig dat niemand zich aangevallen voelt? En dat het heel snel gaat over, dus jij vindt mij niet goed genoeg. En soms vind ik dat inderdaad ook niet. Maar ik zou het zo mooi vinden als we dat kind inderdaad, wat Abdelhamid voortreffelijk doet, dat je het kind centraal zet. En dan inderdaad met elkaar eromheen gaat staan. En gaat, dat ze ons gaan afvragen. En wat heeft het kind dan nodig. Om inderdaad zorgeloos te kunnen gaan slapen. Maar ook nog meer dan dat. Want ik wil ook dat het kind zorgeloos gaat slapen. Omdat hij of zij weet dat hij top onderwijs krijgt. En ik durf te beweren dat dat op heel veel scholen nog niet zo is. En dat heeft heel veel factoren natuurlijk. Maar ik vond bijvoorbeeld, en daar hou ik er echt over op, maar ik vond bijvoorbeeld, iedereen is heel enthousiast over de documentaire klassen. En ik ben dat niet.
En ik zal ook vertellen waarom. Omdat ik vind dat daar goed dat het gemaakt is. Maar tegelijkertijd vind ik daar zoveel... Naomi heeft het woord gebruikt in aannames. En ook in die documentaire zitten zoveel aannames. Ook gewoon over kinderen, over multiculturele kinderen for that matter. Maar gewoon over kinderen in zijn algemeenheid. Zoveel aannames die schadelijk zijn, gewoon voor het beeld. Af en toe bekruipt men gewoon het gevoel van getverdemme. Gaan we dus kijken naar kinderen als, oh wat zijn ze zielig hè. En denk ik, nou zijn helemaal niet zielig joh. Kinderen zijn hartstikke prachtig, veerkrachtig, noem maar op. En we moeten eromheen gaan staan en hun toponderwijs bieden. Dus ook durven te zeggen en durven met elkaar een andere discussie aan te gaan. Namelijk, hoe zit het met de competenties en hoe zit het met hoe goed doen wij ons best? Hoe goed doen wij ons best als leerkrachten? Hoe goed doen wij ons best als bestuurders? Maar ook hoe goed doen wij ons best als voorzitter van een stadsdeel? En nou, dat vind ik gewoon nog niet goed genoeg. Ook voor mezelf niet. Ook voor mijn politieke partijen of constellaties niet. We doen nog niet goed genoeg ons best. En hoe dan wel? Ik zou het mooi vinden als het volgende advies na multi-include daar nog veel meer op gaat inspelen. Van wat hebben wij nodig om daadwerkelijk die kwaliteit te gaan toevoegen. Dus wat dat betreft, hè, qua kwaliteit meer ook naar onszelf kijken als professionals. Ja. En niet, laat maar zeggen, dus wel het kind centraal stellen, maar niet het kind zodanig centraal stellen zoals in klassen gebeurt, dat het zielig is. Nou, weet je, Mohammed zei het aan het begin heel erg goed. Want hij zei van, kinderen komen dan met een achterstand binnen. En dat klopt ook, hè? Ze komen met een achterstand binnen. Maar in hoeverre gaan wij als professionals en als bestuurders dat maar als gegeven aannemen? Gaan we vervolgens niet zeggen, oké, ze komen daarmee binnen, maar wat doen we daar dan aan? En soms heb ik het idee dat we het ook een beetje als een excuus gebruiken. Oh ja, ze zijn met achterstand binnengekomen. Ja. Nee. Dat klopt wel, maar het moet geen excuus op zichzelf worden. Ja. Dat is mijn punt met name. Mag ik daar iets op toevoegen? Wat je vaak ziet over kinderen die met een achterstand binnenkomen, wat inderdaad een feit is, is dat het hun hele schoolcarrière wordt gebruikt als een risicoreducerende factor. Oh, we geven je niet dat hogere advies, want ergens in groep 3 op de basisschool zijn je ouders gescheiden. En dat ettert zo door. En dat is dus voor mij dan altijd kritiek in dat stukje zorgdossier. Maar het zit niet alleen daarin verschoven. Het zit ook in de cultuur binnen het onderwijs. En inderdaad, je hebt topleerkrachten. Maar je hebt ook nog steeds die oude cultuur. Die een soort van culture lag doorgaat. Want de scholieren en studentenpopulatie is veranderd de afgelopen 40, 50 jaar. Het is diverser. Maar we zitten nog steeds in een denk- en beleidscultuur van 40, 50 jaar geleden. En soms zelfs langer. En hoe zou je die beleidscultuur beschrijven? Je moet er allemaal eruit halen. En aan de andere kant moet je mensen in hun macht stellen. Dus je moet dat open en eerlijke gesprek voeren van, hey, we zien een probleem van onderadvisering en we zien het al 40 jaar. Hoe kan dit? En kijk dan niet alleen naar met de boze vinger naar de leraar of naar de school, maar wat is het systeem wat het faciliteert? En het systeem wordt meestal gefaciliteerd door een cultuur. Dus je kan niet alleen gaan zeggen, we gaan het anders opschrijven en dan gaan ze anders handelen. We moeten ook aan de knoppen van cultuur, mentaliteit, wat is legitieme kennis en wat niet, daar moet je ook aan gaan zitten. Dus het is niet één oplossing, het is een integraal plan. Anne Fleur, Tanja die vroeg in het begin toen zij sprak van, ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt, of jij dit herkent van het formele onderwijs, dat die liever informele initiatieven buiten de deur houden. Herken jij dat binnen jouw praktijk? Ja en nee, ik vind het interessant dat je me dat vroeg, want enigszins, ik moest daar ook een beetje om lachen, want aan de ene kant herken ik het wel, maar aan de andere kant ook niet. En dat geeft ook aan hoe belangrijk context is, want ik heb op verschillende scholen gewerkt, ook in verschillende delen van de wereld, met jeugd. Ik was of jeugd of ik heb met jeugd gewerkt, dus dat is eigenlijk iets waar ik me heel mijn leven al mee bezighoud. En de school waar ik nu op werk herken ik dat bijvoorbeeld dus niet. En ik denk ook dat dat maakt
waarom, ondanks dat ik niet wil zeggen dat het bij ons op school allemaal perfect is, want ik denk dat het iets is waar je eigenlijk altijd aan blijft werken en er zullen altijd momenten zijn waarop je denkt, nou, dat had beter gekund. Maar op de school waar ik nu werk, dus in Rotterdam, is een super diverse stad, een super diverse leerlingpopulatie, werken wij juist wel samen met andere organisaties. En hebben wij op de een of andere manier, en ik werkte pas anderhalf jaar, al voelt het alsof het veel langer is, een cultuur op school, maar ook een organisatiecultuur, die niet top-down is, die werkt bottom-up. En bijvoorbeeld naar aanleiding van de Black Lives Matter protesten vorig jaar, kwam een voormalig student van ons met een hele emotionele Instagram post over, kijk, leuk UNESCO school, maar ik heb me nooit helemaal geaccepteerd gevoeld. Waarop wij met elkaar, maar niet alleen met elkaar als docenten, maar met de leerlingen samen, met die desbetreffende leerling ook om de tafel hebben gezeten en hebben gekeken van, kijk, wat is er dan eigenlijk nodig om te zorgen dat leerlingen zich wel, hè, dat de school, dat het wel inclusiever wordt. En een van de andere dingen die we bijvoorbeeld doen op school, en daarop hebben we dus een werkgroep opgesteld en acties ondernomen. We hebben nu hele mooie thema's door heel het jaar, die over inclusie gaan. Bijvoorbeeld een van de dingen die wij proberen te doen, waarvan ik ook denk dat kijk, we ook zelfs in dit gesprek, we richten ons vaak ook op de verschillen. Ja, het recht doen aan verschillen van leerlingen, dat staat bijna op elke website van elke school. En dat is ook belangrijk. Maar zoeken naar of kijken naar de overeenkomsten. Want als je kijkt naar jeugd of naar überhaupt naar mensen, maar ook naar jeugd, het is iets universeels. Als ik naar mijn leerlingen kijk, dan zie ik gewoon een club leerlingen. Ik kijk niet anders naar leerlingen hier op school dan leerlingen op een andere school. En ik denk dat dat dus ook mee te maken heeft, wat je zei bijvoorbeeld over de context, dat jouw context, jouw school, je organisatiecultuur, eigenlijk alles wat ermee te maken heeft, dat kan bijdragen aan of je als school inclusief onderwijs biedt of juist niet. Dat heeft ook met houdingen te maken van docenten. Ja, als jij naar leerlingen kijkt, en dat zei je ook, Risiane, het stellen van verwachtingen. Als jij al geen hoge verwachtingen hebt van leerlingen. Of hè, bij ons, een goed voorbeeld van wat wij bijvoorbeeld op school ook... veel beleid wordt ook gemaakt op basis van aannames. Wat bij ons op school bijvoorbeeld was, oké, we hebben slechte eindexamenresultaten, maar we hebben ook zwakke leerlingen. Toen is daar een datateam opgesteld om te kijken, klopt die aanname überhaupt wel? Want we hebben allemaal interventies op basis van een aanname. We hebben een zwakke leerling, we zitten in Rotterdam, grote stad, leerling met een migratieachtergrond, diverse leerlingpopulatie. En toen is daar onderzoek naar gedaan door docenten zelf, die daar dus ook met behulp van andere organisaties, hebben we gekeken van klopt die aanname wel, die aanname klopt niet. Want wij krijgen leerlingen binnen met een hele grote capaciteit, dus waarom lukt ons dat niet dat eruit te halen? En wat is er dan eigenlijk nodig? Omdat wel, dus ik denk dat... Heb je echt naar de professional dan zelf gekeken van waarom lukt het ons niet? Nou, ik denk dat reflectie ontzettend belangrijk is. En je doet, ik ben het, docenten. Je hebt altijd in elk vakgebied, denk ik, goede en minder goede professionals. Maar wat ik denk dat heel erg belangrijk is, is dat je dat onderdeel van reflectie, en niet alleen voor jezelf als docent, maar dat je dat ook als team doet. En dat je dat ook als school doet. En wij hebben op school in ieder geval een cultuur gecreëerd, waarbij bijvoorbeeld als voorbereiding op dit gesprek vandaag heb ik met de directeur aan de tafel gezeten en met collega's, maar ook met leerlingen, van wat is er eigenlijk nodig? En wij betrekken ook veel de leerling bij bepaalde beleidsdingen. Hoe willen wij de lockdown door? Hoe willen we als de scholen weer openen? Wat hebben jullie nu nodig? En dat werkt ook omdat we een kleine school zijn, dat moet ik erbij zetten, dat werkt mee. Maar dat heeft ook met een bepaalde mentaliteit te maken en een bepaalde... bepaalde cultuur. En wat we bijvoorbeeld op school doen, zij werken samen met, misschien zijn jullie daarmee bekend, met de transformatieve school. Dat is van Ilias El Hadoui. En dat is een heel mooi project, want dat kijkt eigenlijk naar wat jij als school kan doen, maar op niveau van de docent. Ze komen bij je in de les, en daar is op docentniveau, maar daarna op niveau van het team. Wat kun je doen in je lessen, maar ook als school, om te zorgen dat elke leerling, ongeacht zijn of haar afkomst, kan klimmen op die ladder die je als school eigenlijk aanbiedt, om vervolgens ook gelijke kansen te hebben in de maatschappij. Dus dat is ook een voorbeeld van samenwerking met
andere instanties. We hebben nu voor de... Ja, de school is officieel dicht. Maar we zien dat leerlingen die vorig jaar thuis zaten en nu in de vierde klas zitten, die hebben straks ontzettend veel... Die hebben echt achterstand door corona. Dus die komen nu wel op school een paar keer per week voor extra begeleiding, die wij weer hebben ingehuurd van een andere organisatie buiten de school. Dus ik denk dat dat samenwerken met andere partners ontzettend belangrijk. Maar je hebt gelijk, Tanja, dat gebeurt niet altijd. En ik denk dat dit ook een voorbeeld is dat als dat wel gebeurt, dat het ook erg succesvol kan zijn. Ja. Mohamed, hoe werkt het in Den Haag met die samenwerkingen? Laat ik eerst zeggen dat ik onderzoek heb gedaan voor een opleiding die ik afgelopen jaar heb gedaan naar kansengelijkheid in het onderwijs in Moerwijk en in Oud-Krooswijk in Rotterdam. En we hebben ook aanbevelingen gedaan richting bestuur, richting de scholen. Een van de dingen die opvallen is dat scholen wel graag met de informele onderwijs willen samenwerken. Maar zij zelf aangeven dat ze daar de capaciteit niet voor hebben. Lees de prioriteit niet, dat niet prioriteren. Maar op het moment dat je ze een zak geld geeft, dat hoorde ik Anne Fleur ook zeggen, dat gebeurde tijdens corona. Rijksoverheid heeft toen besloten de achterstanden die tijdens corona zijn opgelopen, om die een beetje terug te laten dringen, doordat scholen een zak geld krijgen, zodat ze een externe partij ook kunnen inhuren voor het terugdringen van die achterstanden. En dan zie je dat scholen in de regie zitten, dat ze geld hebben en dat ze om zich heen kijken welke partijen ze kunnen inhuren voor het wegwerken van die achterstanden. Dat zijn meestal informele partijen. En heel gek, maar het beleid van de gemeente Den Haag, en dan heb ik het over het bij onderwijsbeleid, is ook zo ingericht. Op het moment dat ik vanuit het stadsdeel zeg, nou, dit is zo'n mooi initiatief, informeel onderwijs, of non-formeel, dat moeten we financieren. En dan zeggen ze, ja, de regie moet bij die scholen zitten. Dus wij financieren dit alleen maar als die scholen dat zelf aanvragen. Kortom, het is voor scholen aan de ene kant vaak heel erg moeilijk om met al die partijen in contact te treden of te behouden of te zien wat er allemaal op de markt is. Maar vanuit de gemeente, vanuit het onderwijsbeleid, vinden we het belangrijk dat die scholen in regie zijn. En in de wijken zie ik allerlei initiatieven en die initiatieven vragen allemaal om subsidie. En Tanja zei het net, het is soms ook wel lastig om te zien welke initiatieven nou echt goed zijn en welke niet. En je zou kunnen zeggen, nou, elk initiatief draagt bij. Hoe groot dat ook is. Hè? Dus ondersteun dat. Maar toch, je wilt heel graag weten wat dat oplevert. Hè? Dat monitoren. Dus ik wil ook nog even naar een opmerking toe die eerder is gemaakt over een excuus, hè, die scholen geven als kinderen komen met een achterstand op hun scholen. Tijdens mijn onderzoek sprak ik met een directeur van een basisschool in Moerwijk. En die school staat nu op de lijst van de top 20 zwakste scholen van Nederland. Dat is natuurlijk echt, die wil niet op zo'n lijst staan. Maar die directeur die gaf als reden aan, een van de redenen was dat heel veel kinderen die op haar school zitten eigenlijk op het speciaal onderwijs horen. Dat ze een IQ hebben lager dan 75. Maar dat ze daar pas achter komen, of althans dat die IQ-test wordt gedaan, in groep 8. Dat 8 jaar lang dat kind eigenlijk een beetje aan zijn of haar lot is overgelaten. In die zin dat ze niet actief worden begeleid naar speciaal onderwijs. Zij zegt omdat er geen ruimte is op het speciaal onderwijs. En dat heeft zo'n impact op die klas. Niet alleen maar op dat kind zelf. Dat kind heeft het een grote impact. Die krijgt niet de aandacht die het nodig heeft. Maar het heeft een impact op die hele klas. Die hele groep. Want een aantal kinderen scoort onder de 75. Is soms licht verstandelijk beperkt. En de juf die moet zich in allerlei bochten wringen. Of de meester. Om zowel de kinderen die onder die 75
te dienen, te helpen, les te geven, als de kinderen die daarboven zitten. En kinderen die bijvoorbeeld normaal gesproken wel HVO-VWO-potentie hebben, ja, die komen bijna niet aan de beurt. En dat is wel, dat vind ik echt triest. Misschien kunnen we straks Gert en Mechtelt even vragen om daar ook op te reageren, want ik denk dat zij met deze vraagstukken zich bezighouden. Allereerst wil ik toch eventjes nog Naomi de gelegenheid geven om te reageren, want ik zag in de chat dat jij je hand al had opgestoken, dat zag ik ook. Maar ik had jou niet de beurt gegeven, sorry. Kun jij nog, is het nog relevant om het nu dat moment te pakken, Naomi? Ja, en geen probleem. Het is ontzettend boeiend. En ik wilde allereerst even teruggrijpen. Eerst Tanja en wat Anne Fleur ook zei. En het raakt ook aan wat Mohammed net heeft gezegd. De vraag, en trouwens wat ook eerder door Christiane is aangegeven. Wie is verantwoordelijk? Ik denk dat dat de kernvraag is. En op het moment dat wij als docenten, en ik ben docent, onderzoeker, ik heb jarenlang ook lesgegeven. Wie is verantwoordelijk op het moment dat een kind niet kan schitteren? En ik vind dat die term, schitteren, echt heel belangrijk. Is de docent, dat zijn de onderzoekers, dat zijn de activisten, dat zijn de organisatie. Daarbij is het heel belangrijk om te kijken dat de school is niet alleen maar een homogene entiteit. En ik denk, als we het hebben over formeel en informeel, is het ook echt heel interessant waar die grassroots-beweging in de school aanwezig is. En waar die raakt aan wat er in de stad, in de buurt, in het land ook gebeurt qua grassroots-samenwerkingen. Wat daarbij is het heel interessant om te kijken bij, dus allereerst, wie is verantwoordelijk? Ik denk dat de vraag heel erg is, hoe kunnen wij leren van wat kinderen aangeven, wat leerlingen, studenten aangeven, wat zij nodig hebben? Dan moeten we dus veel beter zicht hebben op die studenten. En in die constant, want ik ben, diversiteit is ook een term die ik niet graag meer gebruik, maar een constant veranderende context. Ik denk dat we daar, dat is het uitgangspunt. Er is niet zoiets als een soort toenemende diversiteit. Er is een constant veranderende context waar wij constant worden door een appel wordt op ons gelegd om daar inclusief mee om te gaan. En Miri, ik vind het heel goed dat jij ook racisme zei, want we hebben het tegen witte suprematie, heteronormativiteit, patriarchie, het ableism. Er is nog niet een mooie Nederlandse term daarvoor. Het is echt een heel breed scala aan uitsluitingen en onderdrukkingen. Daar kunnen we op een ander moment door, maar die zijn allemaal met elkaar verweven en daarom is die intersectionele benadering ook heel belangrijk. Die het versterkt elkaar en wat wij, het appel wat bij ons ligt, is om dat echt heel en intentioneel en effectief tegen te gaan. En dat effect kunnen wij niet bepalen, omdat ik, en dan ga ik even naar mezelf, ik al vanuit een machtspositie dat niet weet. Dus ik moet mijn macht opgeven als docent, als onderzoeker, als iemand die misschien bij besluiten zit. Dat is niet per definitie ik gebruik even ik ook als een hypothetisch gegeven. Maar dat vond ik ook heel mooi, Tanja, dat jij zei, ik doe iets fout. Wij doen iets fout op het moment dat een kind, een student, een leerling niet kan schitteren door al die uitsluitingsmechanismen in de samenleving. Dus wat kunnen wij doen in onze kleine, grote invloedssfeer, zodat wij onze macht leren opgeven? En dat is die autoriteit, bijvoorbeeld van de docent, waardoor je leren als relatie gaat zien, wat tegenwerkt. En ik denk dat Anne Fleur, wat je aangaf, wat op jouw school gebeurt, is heel boeiend. En ik denk dat die informele processen die ook binnen, tussen studenten, tussen docenten en studenten plaatsvindt, dat gebeurt bijvoorbeeld op de Haagse Hogeschool. Zijn er heel veel activiteiten, heel veel initiatieven. Maar waar zit die verbinding? En waar zit dan die duurzaamheid daarvan? En dan duurzaamheid, want dat duurzaamheid wordt er vaak. En dan heb ik nog één laatste opmerking over evidence-based. Want dat is een kleine pet peeve van mij. Dat als we het hebben over beleid, dat we het bijna altijd maar over kwantitatief en duurzaamheid op een kwantitatieve manier hebben.
als we het dus hebben over inclusiviteit in een steeds veranderende context, met enorme uitdagingen waar we in het leven voor staan. Black Lives Matter, ik ben betrokken bij Black Lives Matter, met name in Kenia. Het ongelooflijk veel toename van onderdrukking in tijden van COVID wereldwijd. Daar zijn we als Nederland, hebben wij daarmee te maken. En onze studenten, die moeten we daarop voorbereiden. En wij staan dus in die constant veranderende omgeving, kunnen we niet meer van kwantitatieve inzichten uitgaan. Het moet samen gaan met kwalitatief, zodat we die hele tijd die contextspecifieke vragen die naar ons toe komen vanuit bijvoorbeeld onderwijs samen met community-led organisaties, student-led pedagogy, kan ik ook misschien als er nog vragen meer zijn iets over zeggen, maar ik denk dat daar echt die beweging zit vanuit het leren opgeven van macht, je laten informeren en leren als een relatie zien, zodat je samen kan gaan werken aan nieuwe kennisconstructie. En dat zei Riciane ook. We kunnen niet meer met de kennis, met eurocentrische kennis, redden wij het niet meer. Die machtsposities die zitten ons in de weg. Ja. Om eigenlijk vooruitgang te krijgen. Ja, en evidence is dus ook niet alleen anekdote, maar kwalitatieve etnografische inzichten, geleefde ervaringen, embodied experiences. Dat is dat is wat als studenten en leerlingen ons gaan vertellen waar zij mee te maken hebben. Dat is wat waar wij vanuit moeten gaan. Dus we moeten veel meer weten en volgen en dichtbij zijn waar zij leven en hun life worlds, hun leefwerelden, beleving. Dank. Dankjewel. Gert en Mechtelt, mag ik jullie ook het woord geven? Want Mohamed die heeft net ook een aantal dingen gezegd. Over zijn onderzoek, dat er veel op het bordje zit, ligt van de basisscholen bijvoorbeeld. Dat het dus eigenlijk heel lastig is om inclusief te zijn voor alle leerlingen, omdat het heel lastig is, omdat er bijvoorbeeld geen voldoende capaciteit is. Kunnen jullie reageren op al het voorgaande wat er gezegd is vanuit jullie perspectief? Wie mag ik eerst het woord geven? Mechtelt of Gert? Mechtelt, je bent aan het praten zonder microfoon. Ja, daar ben ik. Sorry. Gert, hoor je mij? Gert is namelijk de enige die ik niet zie in bij de fotootjes. Jullie wel? Ja. Ik zie Gert wel. Oh, nou ja, heel vreemd. Maar goed, ik weet hoe Gert eruit ziet, dus dat scheelt. Gert, ik dacht misschien is het handig dat jij eerst reageert, gewoon vanuit jouw ervaring als schooldirecteur en ook bezig met dit thema. Ja, is goed. Het gaat natuurlijk wat uit onderzoek is gebleken. En dat is ook wel wat de ervaringen die wij natuurlijk zelf ook wel zien, kennen en horen. Kun je iets harder praten, Gert? Sorry? Ja, ik versta het ook slecht. Ietsje harder praten, want je bent een beetje zacht. Ga proberen dat de microfoon een beetje beter. Zal beter of niet? Ja. Ja? Oké. Wat wij. Wat uit onderzoek is gebleken van wat net verteld werd, dat is natuurlijk ook het beeld wat hier in Amsterdam wel leeft, overal. Maar we hebben gekozen om eigenlijk daar een beetje uit te blijven. Te zeggen van als je nou toch. En die kans hebben gehad. Een soort van professionele grassroots beweging te maken. Namelijk, we mochten een nieuw kindcentrum bouwen. Met maar één opgave: het moet van 0 tot 12 jaar zijn. En dan moeten ze integraal zijn. En voor de rest, zoek het uit. Dat was een hele fijne opgave die we kregen. Toen zijn we ook gaan nadenken of even, maar als je dan toch een keer anders mag. En je kijkt nou eens diep in je hart wat je zou willen als onderwijsprofessional. Dan is dit wel de kans. En toen hebben we eigenlijk gezegd van we gaan alle systemen die we nu hebben. En al het denken en al het doen. Gaan we even aan de kant zetten in ons denken. Van, als je nou, waar gaat het om? Het gaat feit om het kind. En als het om het kind gaat van. En je vindt echt dat het kind eigenaar is van zijn eigen ontwikkeling. En dat vinden we echt, zeggen we altijd in theorie. Dat betekent het feit dat je een systeem moet gaan bouwen om elk kind daarin te ondersteunen. Die verantwoordelijkheid te hebben, die eigenaarschap te hebben. En daar ook competent op te zijn. In welke mate dan ook. Dat is een omkering van de manier waarop je organisatie, waarop je onderwijs gaat organiseren. En dan blijf je ook een beetje uit de discussie wat wel of niet kan. Subsidiestroompjes hier, middelen daar. Maar gewoon zeggen, van, je kan van onderaf opnieuw beginnen. Met nadenken erover. En als je dat bedenkt, zijn we uitgekomen met het feit van. Dus dat betekent het feit van dat je je hele onderwijs, je hele systeem moet gaan inrichten om het kind heen. En niet het kind probeert te passen in het systeem wat je hebt. Want dat is natuurlijk wat het onderwijs met z'n allen wel aan het doen zijn. In welke vorm dan ook, vinden we dat anders.
Nou, zo zijn we zeg maar, aan het denken geslagen als teams van twee scholen. We zijn ook nog aan het fuseren met twee scholen. En we gaan samen met, in dit, waar Michel ook in zit, met de kinderopvangorganisatie, om dat vanuit één optiek te gaan doen. Zo zijn we erover na gaan denken. En daar kom je uiteindelijk ook op het feit dat het een heel diverse school zijn. Het is ongeveer, we waren nog wel een soort van 10% witte school, maar inmiddels door de, in Amsterdam is er heel veel segregatie begaande door de verloop in de stad. Zie je uiteindelijk dat de scholen eigenlijk gewoon weer, ik gebruik maar even de platte woorden, nog weer zwarter worden dan ze waren. Dus in feite hebben we gewoon weer een hele volledig diverse populatie, maar er zitten geen witte kindertjes bij. Dus dat is wat je ziet. We hebben ook een aantal nieuwkomersklassen in de school, dus in die zin is de diversiteit sowieso al heel erg groot. Maar eigenlijk zou je een buurtgerichte school willen zijn, een buurtgerichte kindcentrum willen zijn, waar eigenlijk alle kinderen die gewoon in de buurt wonen, daar onderwijs kunnen genieten of opvang kunnen genieten, in welke vorm dan ook. Dat betekent het feit van als je dat vanuit het optiek doet van dat elk kind dat eigenaarschap heeft, eigenaar is van zijn eigen ontwikkeling en dat er competent is, in welke mate dan ook nogmaals, dan betekent het feit van dat elk kind ook welkom is. En dan ga je voorbij aan die segregatie tussen SBO en SO. Er zijn altijd ergens van een grens, maar in feite zie je over dat geworstel wat je in school ziet over ja, de kinderen hebben eigenlijk hier een heel laag IQ of wat dan ook, dat heeft eigenlijk te maken met het feit dat we het systeem zo ingericht hebben. En dat kan ook anders. Dus op het moment dat je daarmee dat anders denken gewoon introduceert in je school. Dus zeg nee, elk kind kan dat gewoon. Alleen de mate waarin ze dingen kunnen verschilt op allerlei fronten. Dus dat betekent het feit dat je het anders moet doen. En daarmee bied je ook ruimte aan kinderen die normaal een SBO of een SO school gaan. Reguliere school. En dat is een beetje een aanpak die we nu aan het uitvoeren. Wat is er zo specifiek anders in het nieuwe systeem dat jullie hebben ontwikkeld? Nou, het feit van dat we eigenlijk niet meer. Dit specifiek anders feit van dat je. Wat je in het onderwijs zelf ziet, ik maak hem even zwart-wit weer voor het gemak. Dat je hebt gewoon systemen, methodes en zo. En je gaat van groep 1 tot en met groep 8. Ga je kinderen klaarmaken voor het VO, als het ware. En dat is het hele systeem eigenlijk op ingericht. Tegen het feit dat het kind komt in school, ga je pas in dat systeem. En dan zie je ook zeg maar de kinderen die gemiddeld presteren, wat hoog presteren, wat onder presteren. Zo is het opgebouwd uiteindelijk, in grote lijnen. Niemand in onderwijs wil dat zo, maar het werkt wel zo. En in feite, dus dat laat je dan gewoon los. Dat dondert helemaal niet, want je zegt gewoon, elk kind is gewoon content. En daarmee kan je dat ook even loslaten. Gewoon zeggen, wat heeft dat kind dus nodig om wat het in zich heeft, ook volledig tot uiting te laten komen. Daar stuur je en organiseer je op. En dat is volgens mij het wezenlijke verschil van denken. En ook van organiseren. En het is een helve job, maar het gaat er zeker. Dankjewel, Mechtold. Wil je hierop aanvullen? Even je microfoon aan. Ja, heel fijn, dankjewel. He, je zou zeggen dat heeft ze inmiddels geleerd. Nou ja, ik denk dat zeg maar vanuit de plek waar ik nu zit en met onderwijs bezig ben, dat ik weer net een beetje minder onderwijs-minded ben. Hoewel ik daar dus wel veel ervaringen heb, wat ik al aan het begin vertelde bij mijn introductie. Waar ik, als ik alle verhalen van vanochtend hoor, zelf een beetje op aansla. En waar ik misschien wel iets over wil vragen met name, of iets over wil zeggen. Is, hè, Naomi zei bijvoorbeeld net, ik gebruik niet zo graag het woord inclusie. Dat is iets wat mij opviel. Het woord verschillen is heel vaak voorgekomen. En als ik kijk naar wat ik zelf zie, is dat verschillen op dit moment in onze, nou ja, als ik even in algemene zin, in onze samenleving, dat die vaak als, hè, dat verschillen aan zich negatief worden bekeken. Dus dat als ook weer, het gaat ook heel erg over taal hoor, maar dat als bijvoorbeeld het woord gelijke kansen is ook een paar keer gevallen. En waar voor mij inclusie heel erg over gaat, is dat in onze samenleving, en daar is onderwijs natuurlijk een hele, als het gaat over cultuur, is onderwijs zo bepalend voor wat kinderen meenemen in de rest van hun leven. Dus eigenlijk heel erg onderdeel van de context die mensen meekrijgen, ook als ze volwassen zijn, naast wat ze allemaal in een gezin meemaken. Wat ik lastig vind is dat enerzijds hoor je dus, als je zegt gelijke kans is, bijna van iedereen zou hetzelfde moeten kunnen worden. Terwijl ik denk, iedereen is verschillend, dus niet iedereen kan of wil hetzelfde worden. En voor mij gaat inclusie ook heel erg over
Hoe gaan we daar nou mee om? Dus dat we met z'n allen in een prestatiemaatschappij leven. Hè? En als ik helemaal aan het begin een van jullie zei, we hebben nou, er wordt dan gezegd, we hebben zwakke leerlingen. En wat mij dan ook opvalt is, hè, zwakke leerlingen, als je minder goed kan leren, ben je niet een zwakker mens of per se een zwakkere leerling. Dus waar ik in deze hele discussie zelf op zoek naar ben, dat probeer ik eigenlijk nu een beetje te onderbouwen, is het gebruik van taal. Dus ook in onze systemen, ook daar waar iedereen die hier nu aanwezig is, probeert op zijn eigen manier aan inclusie te bouwen, is welke taal kunnen we nou hanteren? Ja, en ook Gert en ik, die dus heel praktisch in de praktijk straks met de nieuwe vindplaats waar onderwijs en kinderopvang geïntegreerd moet zijn en het liefst op een inclusieve manier we de zaken organiseren. Welke taal kunnen we nou gebruiken en welke definitie ook van inclusie en de context van inclusie kunnen we nou hanteren, zodat steeds meer mensen gaan begrijpen waar dat eigenlijk over gaat? Dat is heel erg mijn zoektocht. En daar heeft het, nou ja, gaat het tot nu toe nog niet zo over. Maar ik denk wel dat er heel veel kennis op dat gebied bij jullie zit. Dus dan zou het voor mij ook nog wel wat praktischer mogen worden. Dat is eigenlijk een beetje wat ik zoek vanochtend. En Mary, wij hebben daar natuurlijk met elkaar uitgebreid telefonisch over gehad. En ik vond het heel inspirerend wat jij daar allemaal over vertelde, liet zien. Want voor mijn gevoel gaat het bij heel veel mensen die er minder mee bezig zijn, al vaak inclusie gaat over diversiteit en gaat dus vaak over andere culturele achtergrond. In mijn beleving is inclusie nog zoveel breder. Alleen dat uitleggen en die complexiteit daarvan en al die onzichtbare aannames die we met z'n allen hebben, ook wij volgens mij, iedereen, dat is blijkbaar hoe onze hersenen werken. Om daar concreet stappen in te zetten en of dat dan op het voortgezet onderwijs is of alleen op een basisschool of dat je dat non-formeel doet, dat dwars door alles heen snappen wat we met elkaar nou precies bedoelen als we zeggen we willen een inclusieve samenleving, dat zie ik als de Achilleshiel van dit hele onderwerp. Verstaan we elkaar? En hoe leggen we het aan mensen uit en hoe betrek je die erbij die er nog veel minder mee bezig zijn? Interessant. Mag ik een vraag stellen aan Mechteld? Allereerst denk ik ook overigens, maar Naomi heeft het zelf ook in de chat al gezet. Ze heeft niet gezegd dat ze niet inclusie. Het ging over diversiteit, niet over inclusie. Dus wel goed om dat even te checken. Oh, oké. Nee, ik heb opgeschreven, ik heb aangetekend. Ik begreep van, ik gebruik het woord inclusie niet graag. Maar dat was dus... Nee, diversiteit niet, maar inclusie juist wel. En omdat jij, jullie zijn samen met Gert zijn met iets heel moois bezig in Amsterdam, vind ik zo, dat integrale. En jij gaf aan dat ik heb heel veel vragen, dat is ook terecht. Maar ik heb ook een vraag, want ik denk dat jullie met zoiets heel belangrijks bezig zijn. Ben ik toch benieuwd naar jouw invulling als het gaat over die kernvraag die ons is gesteld. Namelijk wat vanuit onze context nodig is om juist dat waar jullie mee bezig zijn inclusiever te maken. En welke rol en verantwoordelijkheid je juist ook vanuit jouw expertise daarin in ziet en pakt. Juist omdat jullie met zoiets nieuws bezig zijn, denk ik dat je daar juist de kans kan grijpen om dingen beter te doen. Dus ik was benieuwd naar jullie visie daarop. En dan vraag je, als ik het goed begrijp, van langs welk proces we eigenlijk proberen die verandering of die nieuwe manier van werken, bedoel je dat? Ik denk echt de hamvraag die is gesteld, waartoe we ook bij elkaar zijn vandaag. En wat ook de insteek is ook van het onderzoek. Ja. Wat ons aan het begin heeft gevraagd, van aan welke verantwoordelijkheid neem je daarin, juist vanuit de context waarin jij zelf werkt. Dus ik ben heel benieuwd of jullie daar al, als dat nog niet zo is, dan is dat ook prima. Maar ik zou heel graag willen weten van, wat is jullie insteek daarin? En dan bedoel je dus, hoe ben ik dan even als directeur-bestuurder van een kinderorganisatie en welzijnsorganisatie in Amsterdam bezig om inclusie handen en voeten te geven? Bedoel je? Ja, precies. Ja. En dan met name ook in die exercitie die jullie nu maken met die samenwerking met de andere school. Ja.
Nou ja, volgens mij gaat Gert... aan de ene kant is dat een vraag die ik heel algemeen meer vanuit mijn eigen visie als bestuurder van deze organisatie kan ik een antwoord op geven. En als je hem specifiek bedoelt over de vindplaats, waarbij je inclusief integraal onderwijs en kinderopvang wil gaan organiseren in wat dan ook zo heet, hè, een bos en lommer, wat ook wel als achterstandswijk soms wordt betiteld. Dat is een ander specifieker antwoord. Je bedoelt het laatste voor de vindplaats? Nee, ik denk dat we het te moeilijk maken, Machteld. Jij zei net in je eigen betoog, ik zou het graag praktisch willen maken. Dus ik zou niet willen dat we nu in allerlei taaldiscussies trekken, hoewel ik die heel leuk en belangrijk vind. Maar mij gaat het er echt om, als we dat gesprek wat we nu met elkaar voeren, helemaal heel praktisch maken. En dan met zoiets moois waar jullie mee bezig zijn nu, en wat ik echt mooi vind. Hoe pakken jullie dat dan aan om hem juist heel praktisch te laten landen? Oké, ik snap het. Werken. Nou ja, volgens mij binnen de vindplaats, maar Gert vul me aan, is de AWBR, dus als scholenbestuur, al langer bezig om te kijken van hoe ziet dan een systeem eruit dat rondom een kind georganiseerd is. En daar hebben we ooit een brown paper sessie ook over gehad met mensen uit kinderopvang, uit onderwijs. En daar zijn we echt met elkaar gaan schetsen op de muur letterlijk. Van wat is nou een proces wat een kind van 0 tot 12, 13 doorloopt? Wat zijn daarin een soort mijlpaalmomenten? En wat zijn dan de aspecten, als je het hebt over inclusie en integraal, hoe ziet dat er dan uit? Wat is er dan anders? Nou, dat bleek, Gert vul me aan, maar dat was eigenlijk heel erg moeilijk. Want niemand is tegen inclusie, hè? Dus iedereen zegt, ja, dat moeten we doen, dat is belangrijk. Maar wat is het dan precies? Hoe maak je het tastbaar? Dus voor de vindplaats is dat behoorlijk... dat is eigenlijk het traject dat we nu gaan starten. Wordt in september 2022 wordt de vindplaats opgeleverd. Dus we hebben ook nog even. Maar we gaan, en daar is Gert Trekker van... We gaan vanuit een soort werkgroep gedachten... gaan we inclusie operationaliseren. Met heel veel mensen daarbij betrekken... Er zullen leerkrachten bij betrokken zijn. Leerlingen zijn natuurlijk vrij jong, maar ik denk dat, als ze iets ouder zijn. Dus eigenlijk practice what you preach. Dus op het moment dat je een inclusieve kindcentrum wil realiseren, dan wil je je proces om daar invulling aan te geven ook inclusief inrichten. Dus dat is dat stuk. En misschien dan nog even de andere kant die ik net belicht is, als je aan mij vraagt, joh, hoe doe jij dat dan binnen jouw organisatie? Hoe maak je het praktisch? Nou, wij hebben bijvoorbeeld binnen kinderopvang, die sector druipt van de wet en regelgeving. Dus wij hebben een pedagogisch beleid. En waar ik heel graag de pedagogisch beleidsmedewerker en coaches op uitdaag, is om te zeggen, oké, we hebben een visie waar inclusie een hele belangrijke rol in speelt. Gewoon als ACROS. Hoe gaan we dat operationaliseren in ons pedagogisch beleid? Wat betekent dat voor het werk van pedagogisch medewerkers? Hoe benaderen wij ouders? Hoe betrekken we ouders? Maar ook hoe gaan we als personeel met elkaar om? Dus we gaan eigenlijk in alle haarvaten van onze organisatie kijken. Als onze visie is dat we naar een inclusieve manier van werken toe willen. En dat is dan wel uitgewerkt in onze visie. Wat betekent dat dan? Dat iedereen in de organisatie ook antwoord kan geven. Als je zegt, mooie visie. Maar wat betekent dat dan voor jou? En hoe zie jij dat dan terug? Dus je kijkt heel erg naar de proces. Ja, dus naar jezelf kijken. Ja, het gaat ook vooral over naar jezelf kijken. Zelfreflectie is natuurlijk iets wat onderdeel is volgens mij in een inclusieve cultuur. Als mensen niet naar zichzelf durven kijken en alleen maar wat vinden van anderen, dat is een hobbel. Dat werkt niet. Maar interessant wat je zegt, dat jullie heel erg een inclusief proces willen inrichten. En ja. Zo is ook onze analyse geweest vanuit ECHO naar al die 72 initiatieven. Dat we vooral hebben gekeken naar het proces van al die initiatieven. En in hoeverre dat proces inclusief is. En want dat is heel erg belangrijk. Ik wil nog eventjes naar Ineke gaan. Ineke, jij gaf al aan dat diversiteit en inclusie. En dat jij ook meer over inclusie spreekt. Heel weerbarstig is ook binnen de hogeschool. Je bent er al jaren mee bezig.
Kun jij iets vertellen over, is het proces binnen de Haagse Hogeschool daarin ook veranderd in de loop der tijd? Ja, het proces. We hebben niet maar één proces, denk ik. Hè? Dus daar stok ik even op in mijn denken. We proberen van alles, laat ik het zo zeggen. Hè? Er zijn allerlei interventies en ook wel toenemend. Hè? Dus in die zin denk ik er in draagvlak, commitment, mensen die zich deze thematiek aantrekken of zich daar professioneel mee bezighouden. Nou, het kenniscentrum wat is opgezet. We hebben een lectoraat Inclusive Education. We hebben nu een taskforce diversiteit en inclusie. Bij mijn dienst HRM zijn er inmiddels 4, 5, 6 mensen die daar echt ook niet dedicate, maar wel voor een groot deel van hun taak en binnen hun taak mee bezig zijn op alle verschillende disciplines. Dus in die zin denk ik is er meer kennis, meer bewustzijn, meer inzet. Meer wil. Het staat inclusie. Hè, we hebben een onderwijsvisie op de hogeschool. Dat weten jullie allemaal beter dan ik. Daar staat inclusive education centraal. Dus we hebben ook. Ik zeg, als je bij de hogeschool werkt en wil werken, dan heb je hier al bij voorbaat aan gecommitteerd. Want dit is hoe wij als hogeschool ons onderwijs willen doen. Maar dan nog, hè? Dan, dus dat zijn allemaal dingen, er is zeker groei en ook toenemend inzicht en dat allemaal. En ook groei in commitment van heel veel mensen. Maar dan nog zijn er zoveel hoe-vragen en, zijn er zo, en de samenleving verandert. En een punt wat ik... wat mij opviel in je presentatie en waar anderen ook al wel even op aanhaakten. Of twee dingen waar ik wat over wilde zeggen. Wat ook voor onze hogeschool, wat ik uit deze sessie meeneem en bedenk van hoe gaan we dat doen. Eén is de kwestie van kwaliteit, waar Tanja eigenlijk mee begon. En hoe is nou de kwaliteit van je interventies en hoe bepaal je die en hoe weet je dat je het goede doet? En niet maar de hele tijd wat probeert over de hoofden van studenten of medewerkers heen. En dat evidence-based houdt mij ook erg bezig. Dus ik ben van huis uit ook antropoloog, meerdere hier, heb ik begrepen. Dus dat kwantitatieve, kwalitatieve wat Naomi zei, dat spreekt mij erg aan. Maar vooral ook dat evidence-based je voornamelijk achterom laat kijken. En dat is natuurlijk heel vaak heel goed om achterom te kijken. Maar ik denk dat juist dit onderwerp ook om onze wendbaarheid vraagt en onze... met name COVID, dat komt in allerlei vormen ook in dit gesprek voorbij, heeft ons zo geleerd, hoe we soms plotseling opeens allerlei dingen heel anders moeten doen, ook ons onderwerp, maar ook hoe deze omstandigheden tegenstellingen ontzettend verscherpen. Dus daar hebben we hele andere antwoorden nodig, of in die nieuwe praktijken die we nu aan het doen en uitvinden zijn, verliezen we juist op dit punt weer. En Frank, daar heb je niks aan al die evidence over als je gewoon met z'n allen in de klas zit. Want dat kunnen we nu juist niet doen. Dus een groot probleem met evidence-based. En ik ben heel erg voor historisch besef, ook over gisteravond enzovoort. Maar de kijkrichting hè, is niet altijd goed. Dus dat is ook nog een aspect aan evidence-based wat ik in wilde brengen. Naomi, wil je wat zeggen? Ik vind het echt een dat vooruitkijken. Het is niet alleen kritiek leveren en leren van. Het is niet alleen maar. Het is ook feed forward en dat is imagining. We moeten echt naar nieuwe alternatieve toekomst. En daarom is die decolonizing knowledge, indigenous knowledges en transformative research is echt nodig. En gebaseerd op actie. En daar zit dan weer een hele nieuwe vorm van evidence wat daaruit voortkomt. Dus ik ben heel blij dit te horen. Ja, en misschien nog één, ook vanuit iets wat me op dit moment heel erg bezighoudt, ook rondom het onderwijs en ook vanuit jullie interessante verhalen daarover en alle lagen van het onderwijs. Denk, wij zijn heel erg geneigd om te denken dat deze ongelijkheid een cultuurkwestie is. Hè? Of dat inclusie een kwestie van alleen cultuur is. En ik denk dat ja, we moeten anders denken en ons verdiepen en andere beelden en andere verbeeldingen ook hebben.
Maar ja, de structuren, hè, we hebben het niet voor niks nu over institutioneel racisme. Hè, juist ook in de structuren en de systemen te gaan kijken. Hè, en we weten met z'n allen al 30, 40 jaar dat de vroege selectie in Nederland zo'n groot probleem is. Hè, voor ongelijkheid. Nou, dat is zo'n structuurissue en dat lossen wij hier met elkaar niet op. Maar het is wel wat alles wat we daaromheen doen in nieuwe mindsets en dat soort dingen. Als we dat laten bestaan, hebben we ook een issue nog over, zal ik maar zeggen. Dus. Marieke, aan het begin toen jij jezelf introduceerde, toen zei jij er is nog een hoop werk te doen. Een gesprek met het ministerie, daar gingen ze gewoon vanuit dat het wel opgelost was in Nederland. Nu in deze discussie, wat raakt jou in deze discussie? Gesprek. Wat een mooie vraag. Ik denk dat ik uit al deze ervaringen natuurlijk weer heel goed ook kan opmaken hoeveel er nog moet en kan gebeuren. En ook waar je dat zou kunnen doen. En kijk, wat ik zei ging het met name omdat je ziet dan altijd als wij dan vanuit die internationale context kijken. UNESCO werkt altijd heel erg als een, ze zeggen wel, als een clearinghouse, als een soort grenswisselkantoor waar mensen ervaringen uitwisselen. En dat is met de schoolsluitingen rond COVID eigenlijk heel goed gegaan. Dat er ogenblikkelijk bijeenkomsten werden georganiseerd waar we op hoog niveau allerlei mensen ervaringen gingen uitwisselen van hoe doen jullie dat nu? En hoe zorgen jullie ervoor dat je al je groepen blijft bereiken? En niet alleen dus in de acute fase zodra de scholen dichtgingen, maar ook juist daarna. Van nu zijn we er een tijdje aan gewend en welke leerlingen missen we? En toen ook al stel dat dit zich nog een keer voordoet. Dat was toen een absurd idee dat die scholen nog een keer dicht zouden gaan. Maar ja, daar zie je ons vandaag. Maar ook meteen al uitvragen van wat hebben we hiervan geleerd? En wat zouden we moeten voor een volgende keer? En het delen van dat soort ervaringen is denk ik heel belangrijk. En niet alleen nu in tijden van COVID, maar in het algemeen. Want zoals iemand net eerder al zei, het vergroot natuurlijk wat er al was. En dat geeft ook een kans om daarvan te leren en dat toe te passen op het onderwijs zoals dat er nu is. Dus ik denk dat, kijk, op het moment dat ik van iemand hoor van, nou ja, hey, Nederland, SDG 4, hoeven we niet zoveel aan te doen, dan kan ik heel makkelijk zeggen, nou ja, ik heb nu heel veel voorbeelden ook weer van jullie geleerd en die krijg je uit de dagelijkse praktijk veel. Ik vind dat wat uit jullie onderzoek komt over dat meer samenwerken binnen het systeem, dus buiten al die losse kolommen, vind ik heel intrigerend. En daarbij moest ik eraan denken, UNESCO heeft een netwerk van Learning Cities. Dat zijn samenwerkingen binnen steden. Dat zijn dan zowel de gemeente als het onderwijs, als het informeel en non-formeel onderwijs. Om te kijken van hoe kun je er nou samen voor zorgen dat je mensen de maximale kansen biedt. En we hebben er in Nederland nu 2, dat zijn Groningen en Den Bosch. Die zijn dat nog niet zo lang. Dus we hebben eigenlijk nog in Nederland onvoldoende kunnen zien wat dat oplevert. Maar wat je in ieder geval in Den Bosch wel heel goed zag, is inderdaad dat daar een best bijzondere samenwerking ontstaat. Omdat je juist al die verschillende partijen bij elkaar hebt en omdat dat, zoals eerder gezegd werd, daar ook heel nadrukkelijk vanuit het beleid gesteund wordt. Dus waar de gemeente bijvoorbeeld heel stevig achter staat en zich ook heel nadrukkelijk achter schaart. We zijn nu, er is een nieuw Erasmus Plus project, dat past wel mooi op elkaar, van een organisatie die Learn for Life heet. Dat zullen een aantal van jullie wellicht kennen. En die zijn aan het onderzoeken wat we in Nederland verder kunnen leren van dat concept van die Learning Cities. En wat voor bijdrage dat kan leveren. En hoe we ook Groningen en Den Bosch kunnen steunen in die rol. En wat we kunnen leren van de Learning Cities elders in de wereld. Want er zijn er 170. We hebben in Nederland nog maar 2 net beginnende steden. Maar daar is al heel wat ervaring mee. En ik denk dat, nou, als ik zo hiernaar luister en naar jullie aanbeveling over het systeem, dan ben ik wel heel benieuwd of dat daar een mooie rol in kan spelen. Of dat echt iets op kan leveren. Learning Cities. Ik had er zelf nog niet van gehoord. Interessant. Had jij ervan gehoord, Tanja? Is Amsterdam een Learning City? Nee. Ik weet het niet, maar ik is er bij een Learning City. Nee. Ik weet alleen dat ik heb me aangesloten bij een ander initiatief, dat is de Child Friendly Cities. En toen heb ik gevraagd, mag ik als stadsdeel gewoon ook daar zijn? Dus niet dat het hele Amsterdam, maar gewoon het stadsdeel dat mocht toen. Maar dat Learning City, dat kende ik ook nog niet, dus daar ga ik me in verdiepen. Want ik wil wel heel graag dat Zuidoosten Learning Borough is. Ja,
Nou, volgens mij kan het daar ook juist met stadsdelen. En dat zou natuurlijk met Zuidoost prachtig zijn als dat zou kunnen. Ja, prachtig. We komen naar een afronding van dit mooie gesprek, waar we nog volgens mij uren kunnen we doorgaan. Want we zijn, jullie hebben allemaal zulke interessante contexten en jullie vanuit al die verschillende contexten hebben jullie zulke mooie ervaringen en leermomenten die we met elkaar kunnen delen. Ik denk, we zijn nog lang niet klaar daarmee. Maar de tijd zegt ons wel dat we richting het einde gaan. Ik wil eigenlijk afronden met een vraag aan jullie. En die stel ik gewoon aan jullie allemaal. En steek je hand op wanneer je iets wilt zeggen. Wat voor aanbevelingen zouden jullie graag zien in ons rapport richting de EU? Als het erom gaat om van wat kunnen scholen nu doen om de samenleving inclusiever te maken? Anne-Fleur. En dan moet je je microfoon even aanzetten. Ja, dankjewel. Ja, ik wilde eigenlijk ook nog een reactie geven, maar er is inmiddels alweer zoveel ook gezegd. Ik denk dat het een heel interessant gesprek was, ook waar heel veel verschillende dingen uitgekomen zijn. Maar ja, wat eigenlijk wel te maken heeft met jouw laatste vraag, van wat voor aanbevelingen kunnen wij doen naar de EU op het gebied van beleid? Ik denk dat een van de dingen die wat ontzettend belangrijk is, is wat je veel ziet in beleid sowieso, is dat het top-down is. Je krijgt beleid. En er is eerder dit gesprek ook gezegd van, dat was iets waar ik dan eigenlijk nog op wilde reageren. Van, de school geeft aan, we hebben geen capaciteit, lees, dit heeft geen prioriteit. Ik denk niet dat het helemaal zo zit. Ik denk dat scholen soms oprecht geen capaciteit hebben. En dat docenten dus bijvoorbeeld wel inclusieve, veilig leerklimaat willen creëren in de klas, maar simpelweg misschien niet zo goed weten hoe. Dus dat heeft ook te maken met teacher professional development, met de lerarenopleidingen. Maar wat ik denk dat heel erg belangrijk is dus voor beleid, is dat het beleid faciliteert dat docenten en scholen ook in staat zijn om een veilig leerklimaat te creëren in de klas. Ik ben docent, dus binnen mijn klaslokaal is dat mijn taak om te zorgen dat er een veilig leerklimaat is waar elke leerling zich gehoord en gezien voelt. En een school waarbinnen elke leerling kan schitteren, zoals Naomi prachtig zei. Maar daar moeten wij als docenten wel in gefaciliteerd worden. En aangeven dat de capaciteit is niet hetzelfde als zeggen dat die prioriteit er niet is. Want bij ons, nogmaals als voorbeeld, onze school is op zaterdag open. Bij ons zitten leerlingen tot 6 uur op school. Ik kom vaak in de weekenden naar school, allemaal vrijwillig. Omdat wij als docenten, en dat is van voor corona, omdat we als docenten zien dat daar ondersteuning nodig is die voorbij wat meer is dan wat er binnen het klaslokaal gebeurt. Maar als docent moet je daar soms ook in gefaciliteerd worden. Is het wel bijvoorbeeld met kennis, met vaardigheden, maar ook met praktische zaken, maar ook binnen de organisatie. Dus wat mijn aanbeveling voor beleid is, is niet om alles te upscalen. Want wat we zeiden, context is belangrijk. Elke context is anders. Maar een beleid te creëren, een beleid wat ruimte geeft aan scholen om ook bottom-up te werken, waarin docenten in hun kracht gezet kunnen worden om inclusief onderwijs te faciliteren. In plaats van bovenop te besluiten, zo gaan we het doen en jullie moeten het uitvoeren. Want wat we net allemaal hebben besproken is dat als je in gesprek gaat met leerlingen, met studenten, met elkaar, dan weet je eigenlijk wat er speelt op het gebied van inclusie. En die informatie is nodig om dat te faciliteren. Dankjewel, een hele mooie aanbeveling. Ik moet ook meteen denken, we moeten ook werken dus aan die taal met van managers en bestuurders. Dat we niet alleen maar over evidence-based hebben, maar ook niet, want we hebben het ook heel vaak over upscalen. En dan kijken we naar bestaande initiatieven, maar jij zegt eigenlijk van niet over upscalen praten, gewoon nee. Praat over bottom-up werken naar boven toe. Upscalen kan best wel, is ook best goed. Ik vind sowieso, het is niet goed of fout. In sommige situaties denk ik dat dat heel goed is. Dat we van die 72 cases op multi-include, ik had al een paar bekeken, ontzettend veel kunnen leren. En als je het op die manier, dan denk ik dat het heel erg. Wat ik misschien wil zeggen is dat het beleid ook een bepaalde flexibiliteit moet faciliteren, of in ieder geval de ruimte moet bieden voor verschillende contexten, voor verschillende situaties. Ja.
Dus misschien ja, heb ik me verkeerd, ik bedoel dat niet. Dus blueprint solutions, wat je soms al ziet op het gebied van beleid, dat dat niet goed werkt. Maar leren van elkaar, juist die samenwerking. En wat we nu met het UNESCO Café doen, met UNESCO scholen één keer in de maand om over zo'n onderwerp hebben. Van hoe doen jullie dat op school? Of wat we in een internationaal netwerk waar ik in zit met refugee educators doen. Van hoe gaan jullie om met inclusie in jullie context? En dat is ontzettend leerzaam. Maar goed, dat... Lieve mensen, ik moet echt eruit. Ik heb een volgende call. Die zit al helemaal hier te drukken op het apparaat. Maar ik wil jullie allemaal bedanken. Ik vond het waanzinnig om dit met jullie samen te doen. En ik wil ook dat jonge meisje wat daar is. Laat zij ons een tekening zien, Marieke? Of... Maar dat wil ik nog even weten. Ze is aan het oefenen met de rijmwoorden. Dus ze laat jullie de rijmwoorden zien die ze eigenlijk... Ach, wat leuk. Nou, lieverd, je hebt hard gewerkt, zie ik. En heel veel succes daarmee. Dank dat je dat aan ons laat zien. Oké, okay, doei. Dank, Tanja. Hoi. Ja, wij gaan ook zo afronden. Ik moet er ook vandoor. Oké, okay, dag Mechtel, dankjewel. Dag Mechtel, dankjewel. Naomi, jij had nog wat in de chat gezegd. Nee, ik denk dat wat Riviane, zou jij dat alsjeblieft willen toelichten? Want dat is een heel belangrijk punt. Riviane. Ja, we zijn een beetje, ergens sinds de industriële revolutie is onderwijs ook een fabriek geworden. Je ziet dat docenten die denken, oh jeetje, onderwijsachterstand, terugvallen in teaching to test. Onwijs veel huiswerk, onwijs veel toetsen in hele korte periodes. Is wetenschappelijk wel evidence-based aangetoond dat dat eigenlijk niet werkt. Zie je ook weer een sterke impuls zijn voor kansenongelijkheid. Als papa en mama een dure kwalitatieve bijlesdocent kunnen betalen, ja, dan is het wel op te vangen. Is dat niet zo, val je in een spagaat. En daarnaast ook het component risicoreductie, zorgdossiers, mentaliteit, in plaats van in het in kracht zetten van een kind, wat misschien op de korte termijn extra energie kost, maar ik denk dat je op de lange termijn als samenleving in het geheel onwijs veel voordeel daaruit haalt. Dankjewel, goed gesproken. Nog een laatste aanvulling. Wie? Ja, iets met lange adem. Dat je heel consistent, heel lang gefocust moet blijven erop. Niet even een quick fix is, zoiets. Ja, dat hebben we ook uit de vele studiereizen van ECHO geleerd in Amerika. Dat die programma's 10, 20 jaar lopen en dat ze nog niet klaar zijn. Maar dat het zo nodig is om een lange adem te hebben. Ik wil jullie allemaal heel erg hartelijk danken voor jullie bijdrage aan deze workshop. En ook aan de dochter van Marieke, dat je nog eventjes, er toch nog even bij kon zijn. Miriam, wil jij nog als laatste nog wat zeggen? Nee hoor, ik wil jullie alleen hartelijk danken. Ik heb ontzettend veel geleerd en ik vond het echt ontzettend waardevol op al die verschillende perspectieven. Eén ding wat me in ieder geval is bijgebleven en wat een hele lastige is in beleid, is hoe zorgen we ervoor dat we de olifant in de kamer ook bespreekbaar maken en daar ook, laat zeggen, handvatten voor ontwikkelen. Want dat is, weet je, en dat is dus ook echt de uitdaging van nu, dat diversiteit en inclusie ook een soort van, een mooie volzin in heel veel plannen is. Maar hoe vertaal je dat naar de praktijk waarbij je het ongemak niet uit de weg gaat? En ik denk dat dat ook wat Naomi aangeeft, in dat je dus ook ervoor zorgt dat je luistert naar individuele verhalen en impressies en belevingen. En dat je van daaruit ook die link maakt met toekomstvisies die we wellicht nog niet kunnen visualiseren. Maar dat het wel belangrijk is om daar, zoals je dat mooi aangeeft, daar je imagination over loslaat. Want ik denk dat diversiteit en inclusie vandaag de dag is niet zozeer alleen social justice, maar het is ook innovatie van de samenleving. En ik denk dat dat ook iets is wat we... Daar zit ruimte, daar zit kracht en daar zit ook nieuwe energie
die we ook kunnen kapitaliseren. Maar mooi, vooral heel veel bijdrage. Social justice is, maar ook innovatie van de samenleving. En daar heb je een lange adem voor nodig. Dank jullie wel voor jullie bijdrage. En jullie krijgen van ons nog de PowerPoint toegestuurd. En de link straks als de film klaar is van Study Halls. Die is binnenkort klaar. Volgens mij, Mary, jij zou nog iets toesturen, zei je in het begin. Maar in ieder geval, we houden jullie op de hoogte. En meer informatie dus over het project MultiInclude is op multiinclude.eu te vinden. En er zijn ook heel veel blogs en video's en allerlei beschrijvingen van casussen. Dus ik nodig jullie van harte uit om daar naar te kijken en dat ook aan andere mensen door te geven. Want wij hopen natuurlijk wel dat het project leidt tot ook een beetje een kleine beweging in de vijver van maatschappelijke vernieuwing. Dank. Jij ook dank, Lotte. Graag gedaan. Doeg. Dag. Dag iedereen. Doeg. Dag allemaal, dank.